ziet geen argumenten en feiten meer. Je ziet sfeerrapportages. Daar gaat dit psychologisch spelletje over. Let op, dit is propaganda. Dan haal je de vrije wil uit de maatschappij. Wat hier staat is echt ongelooflijk. Nou, het is misdadig. Welkom bij het weekoverzicht. Het is week 37. Ik zit nog steeds in Thailand, maar Jeroen is hals over kop eventjes terug in Nederland. Ja, ik kom letterlijk echt net uit het vliegtuig. Hele nacht in het vliegtuig gezeten. Jij zit midden in de nacht. En voor mij is het ook een heel andere tijd. Dus nog eventjes, hoe zeg je dat? Acclimatiseren. Maar we gaan het gewoon opnemen, Willem. Lijkt me een goed idee. Deze week hopen we het, misschien wel voor het eerst sinds de laatste 2 jaar, binnen een uur te houden. Gaat het lukken? Wat denk je? Een uur gaat denk ik niet lukken, maar het zou best wel eens daar in de buurt kunnen komen. Maar laten we dan nog gelijk beginnen. Wilders die ontmoet Zelensky, gesprek over vreselijke oorlog en corruptie. En in die volgorde, hè? Dus eerst vreselijke oorlog en dan corruptie. Ze zijn allebei natuurlijk experts in corruptie en in oorlog natuurlijk ook. En hij zegt, ik had net een ontmoeting met de president van Oekraïne over de vreselijke oorlog in zijn land en de steun van Nederland, schrijft Wilders. Nou, Wilders is duidelijk met een anti-verkiezingscampagne bezig. Hij wil dat niemand nog ooit op hem stemt en hij laat daarom even zijn echte gezicht zien. Nou, de velen hadden dat natuurlijk al kunnen zien. Willem, maar wat heb jij hier nog over toe te voegen? Nou, weinig. Misschien is hij bang dat al die kiezers toch lid willen worden en hij wil graag het enige lid blijven. Ja, maar ik denk dat hij al een ander carrièreplan heeft. Dus hij brengt zichzelf politiek nu definitief om zeep om de laatste kiezer kwijt te raken. Uitgelekte cijfers, Prinsjesdag, zorgverzekering opnieuw flink duren. De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog met bijna een tientje per maand. Het kabinet rekent komend jaar op een maandpremie van bijna €160 en dat melden Haagse bronnen. Ja, zorgverzekering die wordt ieder jaar duurder. En weet je wat nou mooi is? Je krijgt er steeds minder voor terug. Dus het mes snijdt aan 2 kanten. Je betaalt meer voor minder. Het is onderdeel van de bredere welvaart. Ja, maar moet je eens voorstellen dat je €160 per maand betaalt. Dat is 16, 17, dat is bijna €1800 per jaar. De vraag is of je niet veel beter af zou zijn als iedereen voor zichzelf zou sparen. Het geld gewoon op zou sparen. En als je ziekte een probleem hebt, dat je het op een gegeven moment zelf gaat sparen. Ja, natuurlijk. Maar dat is het hele idee met de toeslagen en de huurtoeslag, toeslag hiervoor, et cetera, et cetera. Alle geldstromen moeten via de overheid lopen. En de boer-burgerbeweging, een tweet. De BBB-kamerlid Henk Vermeer die zegt: Nederland moet zelf bepalen hoe we omgaan met contant geld. De opgelegde limiet van €3000 voor contante betalingen gaat te ver. En we accepteren geen nationale koppen op EU-beleid. Contant geld moet beschermd worden. BBB pleit voor grens van €10000. Nou, dit vind ik nou typisch BBB. Het is weg met de controle op contant geld. Dus we willen een limiet van 10.000. Dat kan je niet in één zeggen. Hè? Ofwel, je bent voor contant geld. Contant geld is het enige wettige betaalmiddel wat wij volgens de wet in Nederland kennen. En het verbod om bepaalde bedragen niet contant te mogen betalen is in strijd met de wet. Kijk, als ik zou besluiten, ik heb een leven lang gespaard en ik heb een paar ton aan contant geld liggen, dan moet dat gewoon kunnen. Dat is niet crimineel, dat is niet afkeurenswaardig. Dat is onze de afgelopen jaren in ons hoofd geprent, dat als je contant geld hebt, dat je een soort crimineel zou zijn. Welk bedrag dan ook zou je contant moeten betalen? In Paraguay, om even een voorbeeld te geven, daar kan je een huis contant afrekenen. Als je huis 2 ton kost, dan breng je gewoon 2 ton in contanten mee en dan betaal je dat. En dat zou overal normaal moeten zijn. Het idee dat het over witwassen en criminaliteit, het zijn allemaal alleen maar afleidingen en smoesjes om ons contant geld weg te nemen.
Ja, en wat er dan achter zit, hè, witwassen, terrorismebestrijding, criminaliteitsbestrijding. Maar welk probleem hebben we het over? Hoeveel gaat het kosten om dit te handhaven, et cetera, et cetera? Dus er zitten allerlei lagen in deze discussie. Überhaupt is het geen oplossing voor een niet bestaand probleem. Maar zelfs als je dat probleem zou accepteren als bestaand, dan zou dit nog geen oplossing zijn. Want het is peperduur. En denk je nou echt dat criminelen zich laten afschrikken doordat je niet meer contant kan afstorten of contant kan betalen? Dan wordt het toch gewoon op een andere manier gedaan. Natuurlijk. Het is allemaal alleen maar één richting. En dat is alles moet gecontroleerd worden. Daar gaat het over. BBB, we blijven bij de BBB. BBB-minister Wiersma komt met ingrijpend mestpakket. Mest gaat in hele veestapel. Om de mestcrisis aan te pakken zal niet alleen het mest worden gezet in een melkveestapel. Maar dreigen ook varkens en kippenboeren hun veestapel fors te moeten verkleinen. En hij komt, de landbouwminister Femke Wiersma van de BBB komt vrijdag met een ingrijpend mestpakket dat in de hele agrarische sector veel pijn gaat doen. Ja, Willem, knap. De BBB. Ik vind het toch knap dat stiekem de Partij van de Dieren toch een minister heeft geleverd. Ja. Maar de boerenpartij, al die boeren hebben op de BBB gestemd met het idee dat ze daar een redder zouden hebben. Ja, maar we hebben het gezegd, hè? We hebben het gezegd van jongens, jullie gaan de Bietenberg op. En dat blijkt. En nog een keer de BBB. We hebben een hoop BBB-nieuws deze week en dit gaat over een bericht van de NOS. BBB baalt van de krimpveestapel en geeft de schuld aan vorige kabinetten. Een partijleider van de Plas stelt dat de plannen het gevolg zijn van slecht beleid van vorige kabinetten. En volgens haar hebben ministers eerder met de Europese Commissie onhaalbare en onuitvoerbare afspraken gemaakt. Maar ja, Willem, elke afspraak als je zou willen, kun je van afwijken. En ook afspraken met de EU. Het zijn allemaal onzinargumenten, nonsens. Als jij daadwerkelijk woord bij daad wil voegen, dan neem je er afstand van en dan doe je het niet. Nou ja, kijk, het lastige is, zij benoemt eigenlijk wat iedereen al weet, namelijk dat je in een coalitie helemaal geen macht hebt en dat je als minister moet doen wat de ambtenaren zeggen. En kennelijk is ze daarvan verbaasd. Maar je hebt helemaal gelijk, BBB is geen regentenpartij, nou, natuurlijk nu wel, maar als je een partij bent die opkomt voor de boerenbelangen, dan moet je dus ook bereid zijn om te breken. Een lans te breken of de coalitie te breken. Maar dat zijn ze niet. Maar zie jij de overeenkomst? Hè? Wilders ook, die, of tenminste de PVV, die zegt ook, ja, tuurlijk willen we wat doen aan die instroom van migranten. Maar ja, Europa. Hè? Dus, maar waarom zou je dan überhaupt nog verkiezingen houden? Hè? Wat dat betreft hebben ze best wel een punt. Het heeft toch geen zin om verkiezingen te houden, want al die verkiezingsbeloftes uiteindelijk stranden ze. Kijk, ik denk dat er twee redenen zijn om verkiezingen te houden. Eén is, je moet de fraude heel moeilijk maken. He, dus als je wel gaat kiezen, dan kan je altijd laten zien dat de tegenpartij het naar zijn hand wil zetten en allerlei trucs uithaalt om toch een gewenst resultaat te krijgen. En de andere is, maar dat is wat veel strategische kiezers niet hebben gesnapt, is dat als je op een partij stemt die in principe wil deugen, ze natuurlijk nooit vernieuwend politiek gaat bedrijven, omdat ze in het cordon sanitair willen horen. En dat zie je nu met zelfs de PVV, maar zeker BBB en NSC, want daar komen we zo op. Deze partijen, die zijn misschien nog geen deel van het establishment, maar dat willen ze wel zijn. Dus ze gaan niks veranderen. Ze gaan niet met de vuist op tafel slaan. Ja, en je noemde het net al. En er is nog een bericht van de NOS Nieuws. En die zegt, nieuw sociaal contractleider Pieter Omtzigt doet tijdelijk een stap terug. Want hij zegt, het afgelopen jaar is buitengewoon intensief geweest. En dat betekent dat ik om gezondheidsredenen de komende weken meer op de achtergrond werk. En even minder in de spotlight. Ja, dit is ook een terugkerend thema bij Omtzigt. Het is allemaal te zwaar voor hem. Hè? Het is te moeilijk voor hem. En hij is ook meester in het moeilijk kijken. Wat dat betreft is hij wel de kampioen in de Kamer. Moeilijk kijken.
Nou ja, laten we er eventjes van uitgaan dat hij denkt dat het echt zo is, hè, en dat hij geen rol speelt. Hoe tijdelijk zal dit zijn? Of is zijn rol gewoon klaar? Ja, maar nou, dat natuurlijk. Hè. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. En dat is namelijk al die ontevreden kiezers die toch willen deugen. Hè. Die willen niet bij de Forum voor Democratie, want dan bedeug je niet. Maar bij Omtzigt, dat is zo'n keurige, deugdelijke man. Daar horen we wel thuis. En daar zijn hoeveel? 22 zetels waren het? Even uit mijn 20 hoofd, zetels, dacht ik. 20 zetels zijn daar naartoe gegaan en nu zegt hij, ja, ik voel me een beetje breekbaar, dus ik doe een stapje terug. Maar gelukkig is er een hele goede opvolger. Ga naar de volgende slide. Want dit is echt iemand die het volk weer samenbrengt. Ja, natuurlijk. Nicolien van Vroonhoven. En daar hebben we al toen bij de, in het begin, we hebben daar al een keer aandacht aan besteed aan haar, want zij is inderdaad een kampioen. En zij even een tweet uit het verleden van 1 oktober 2021. En zij zegt, no jab, no job. Zorgmedewerkers, onderwijzers en mensen in de bouw moeten zich in Victoria verplicht laten vaccineren, anders baan kwijt. Kom daar in Nederland eens mee aan. Nou, Nicolien kan daar nu in Nederland mee aankomen, want zij zit nu in de positie om dat inderdaad te realiseren. Maar het laat zien met wat voor partij we hier te maken hebben. We wilden verandering en we krijgen Nicolien. Tientallen Europese klimaatmiljarden zijn niet goed terechtgekomen. En zo meldt nu.nl. EU-lidstaten hebben tientallen miljarden aan Europees geld dat bedoeld was voor groene projecten verkeerd besteed. Zo ging er geld naar salarissen van personeel dat helemaal niet met groene projecten bezig was. Nou, Willem, dit is een van de meest absurde dossiers die we vandaag bespreken. Want waar gaat het over? We hebben een coronafonds gehad van honderden miljarden. En 750 miljard om precies te zijn. Nou, en dat coronafonds, dat was dat geld, dat moest natuurlijk niet naar corona, dat corona-herstelfonds, maar het was eigenlijk bedoeld om alle economieën, alle landen te digitaliseren. Het uitrollen van een digitale controle, het uitrollen van een digitale ID. En we hebben een tijd terug ook besproken dat een deel van het geld zou nu niet aan corona besteed worden, wat natuurlijk bedoeld, corona-herstel, wat natuurlijk bedoeld was voor de digitalisering. Maar het werd toen omgeleid naar klimaat. En nu wordt dat geld niet voor klimaatdoelen gebruikt, maar voor andere doelen. Ja, is dat geld dan nog steeds onjuist besteed volgens de bedoeling? Kan jij dat nog volgen, Willem? Of... Nee, maar ik gok zomaar dat er een paar mensen heel rijk zijn geworden. Stijgende bijstandsbehoeftes zet door in Nederland. Eind juni ontvingen 405.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat aantal is een stijging van 6.000 personen vergeleken met juni van vorig jaar. Het CBS rapporteert dat het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering blijft stijgen. Even een opmerking in de zijlijn. Volgens mij hebben we het ook al besproken dat ze op een gegeven moment hebben ze de definitie veranderd van wat nou bijstand, werkloosheid. Die 405.000, Willem, wat denk je daarvan? Nou, dat is waarschijnlijk een onderschatting. Maar eventjes los van de onderschatting, de trend is duidelijk, hè? Dus alle verhalen van het gaat goed met Nederland, nou dat kan niet. Want dan zouden er niet meer mensen in de bijstand komen. Nee, maar we hebben straks 17 miljoen mensen in de bijstand. Omdat we allemaal straks netjes een universeel inkomen, hoe noem je dat, een basisinkomen krijgen. En dus dit is niet slecht nieuws of goed nieuws. Dit loopt zoals men dat plant. Dus het is nu 405.000, maar dat worden dus miljoenen en miljoenen. En straks krijgt iedereen netjes een uitkering iedere maand. Maar daarvoor moet je één ding doen. Je moet netjes thuis op de bank blijven zitten, Netflix eten. En niet Netflix eten, maar Netflix kijken. En sprinkhaanburgers eten. En dan ben je helemaal daar waar je hoort te zitten.
Oud-staatssecretaris Van Huffelen wil partijvoorzitter D66 worden. Zij wil het vertrouwen herstellen. Van Huffelen, die kennen we nog als staatssecretaris. Die heeft zich ook bijzonder populair gemaakt door in Den Haag te stemmen voor de, wat was het, de digitale munt. Ja, de digitale euro. En dat deze tegen de uitdrukkelijke wil van de Kamer in. Dus dit is een iemand die volgens mij gewoon een misdaad heeft gepleegd. Dus daarmee wil ze partijvoorzitter worden van D66. Dat is logisch. Ja. En herstel je het vertrouwen, want mensen hebben... die zijn misschien gaan twijfelen van... maar Kaag is weg. Is D66 wel de partij van de criminelen? Maar ik denk dat Van Huffelen dat appeltje eventjes gaat schillen. Diplomatieke betrekkingen of het belang van Nederland. Ministerie van Buitenlandse Zaken weigert openbaarmaking van de brief van WHO. En dat diende BVNL diende dat samen met advocaat Meike ter Horst in. Ja, Willem. Eventjes een recall. Waar ging dit nou over? Er werd gevraagd van, maar... is er uit Nederland dan wel protest gemaakt? Want er zijn heel wat dingen niet goed aan het pandemisch verdrag en de hernieuwing van de internationale gezondheidsregeling. En toen is de Kamer gesust met, we hebben een brief gestuurd. Maar die brief die wordt dus niet openbaar gemaakt. En dan ga je toch twijfelen, is er wel een brief, Jeroen? Er wordt wel gezegd dat er een brief is, maar is er wel een brief? Dan hebben we even twee tweets van Mark van de Vecht. Veel ophef over het CIMS-register van het CBS. Het WO-verzoek over het landelijke COVID-vaccinatie-informatie- en monitoring-system is genegeerd. Overheid is ook hier in overtreding. 15.000 dwangsommen maximaal is betaald, maar stukken nog niet openbaar. En daarnaast hebben we maar ook het WO-verzoek natuurvergunning Schiphol is genegeerd. Gevoelig verzoek, niet afgehandeld, opnieuw de wet aan de laars gelapt. Een transparante Nederlandse overheid is een utopie. Zou Van Huffelen dit eigenlijk bedoelen? Van we moeten dat vertrouwen herstellen en niet meer ingaan op die WO-verzoeken. Dan gaan mensen worden alleen maar wantrouwig, dus gewoon helemaal niks meer geven. Ja, maar dat is ook vertrouwen. Dus als je zeker weet dat je belazerd wordt, dus dan heb je er vertrouwen in dat je belazerd wordt. Ja. En ik denk ook dat ze dat bedoelen. Ze zeggen namelijk niet waarin we vertrouwen moeten krijgen of welk vertrouwen hersteld moet worden. Maar ik denk dat dat al lang gelukt is. Een artikel uit de andere krant. Onthulling. Overleden gevaccineerden geregistreerd als ongevaccineerd. En dat gaat dan weer over het CIMS van het RIVM. En dan zijn mensen die kort na de vaccinatie overleden zijn, wellicht mede als gevolg van de prik, niet opgenomen. Ja, hier hebben we het vorige week en de week daarvoor natuurlijk uitgebreid over gehad. Het is goed dat dit nu breed in het nieuws komt. Of in ieder geval bij de mediakanalen die ertoe doen. Dank daarvoor. Aan de andere kant, het voelt af en toe een beetje wrang, want wij kwamen hier in 2021 mee en toen zeiden ze, maar dat weten we niet zeker en we willen geen claims maken. Inmiddels is er zoveel toegegeven dat het niet anders kan zijn. Maar nog steeds wordt er gepoogd vanuit de overheid om een rookgordijn op te trekken, bijvoorbeeld met dat NIVO-rapport, wat echt kan nog wel raakte. Ja, kijk, ook hier heel mooi dat het allemaal nu nog meer boven water komt en nog meer. Maar het zijn allemaal dingen die al bekend waren. We wisten al dat het mankeerde aan de definitie van gevaccineerd zijn. Hè? Zoals je de eerste tijd, als je je prik gehad had, nog niet gevaccineerd. Want dat gold pas na 2 weken. En er werd dan een verhaal bij verteld van, het werkt pas na 2 weken. Of ik weet niet meer welke termijn. Dus dan ben je dus niet gevaccineerd. Maar één ding is zeker, het is één grote mesthoop en niemand kan daar nog überhaupt iets mee. Feitelijk staan we met lege handen, want kom er straks nog op. De data kan je wetenschappelijk in ieder geval helemaal niets meer mee.
En dan nog kamervragen van Gideon van Meijeren van de FVD aan de minister van Volksgezondheid. Ja, nou, hele goede vragen, maar je weet natuurlijk al dat de bekende antwoorden hier worden gegeven. In het belang van de staat kom misschien nog een keertje langs, maar ik denk dat ze vooral gaan uitleggen wat de procedure is geweest die het RIVM heeft gevolgd om tot de cijfers te komen. Daarmee geef je namelijk geen antwoord op de vragen en kan je het een hele tijd rekken. Dat is het meest standaard antwoord, hè? Dat je naar concrete cijfers vraagt en dat er dan wordt uitgelegd hoe ze tot de cijfers zijn gekomen zonder de cijfers te geven. Ja, maar het blijft, en ik denk toch dat je dat even een stapje hoger moet gaan. En het blijft natuurlijk absurd dat we überhaupt deze discussie voeren. Kijk, cijfers horen fatsoenlijk geregistreerd te worden, zonder dat daar op alle manieren gemanipuleerd wordt. En het weghalen van data die niet bevalt en het weer toevoegen van data en weer wijzigen. En het is knettergek. Eén ding is zeker. De cijfers van CBS kan je niets meer mee. Het is een politiek instrument geworden. Het is een propaganda-instrument geworden. En wie was ook weer directeur van het CBS? Angelique de Groot. Dat was iemand die ook uit de Algemene Bestuursdienst kwam natuurlijk. Die eerst bij VWS zat en is bij het CBS is geplaatst om de fraude voort te zetten. Ja, zij komt als hoofd van de unit, COVID-unit bij het ministerie, is zij bij het CBS geplaatst. Nou, hier zien we waarom, om haar werk met het bedonderen en vervalsen voor te zetten. Ja. En CMS... En dit komt uit de WOP-stukken. Ja. En het punt hiervan is, we gaan niet allemaal voorlezen, maar... dat ze dus op het moment dat ze die data aan het verzamelen waren en de database aanlegden, al grote problemen signaleerden. En dat was wat je net zei, van ja, we moeten waarschijnlijk gewoon toegeven, het is zo'n zootje, we kunnen hier niks aan verbinden en we kunnen dus nooit iets bewijzen. En daarom pleit ik voor het omkeren van de bewijslast. De overheid moet gewantrouwd worden, dus die is schuldig, tenzij zij het tegendeel kan bewijzen. Dus op het moment dat de cijfers niet kloppen, is daarmee automatisch alles wat op die cijfers is gebaseerd onrechtmatig. Dat moet de norm zijn. Ja. Digitale registratie voor inreizigers van de EU. Europa neemt afscheid van de klassieke paspoortstempel. Vanaf november zullen alle niet-EU-burgers die Europa in of uit willen reizen elektronisch geregistreerd worden. En vanaf medio 2025 moeten mensen uit 60 landen bovendien een visum overleggen om Europa binnen te komen. Nou, ook daar zien we een steeds voortschrijdende registratie van alle bewegingen van burgers. Dit is overigens in heel veel landen al ingevoerd. Hè? Dat je je vingerafdrukken, je foto, noem maar op, moet geven. Ja, en er staat hier nog voor burgers buiten Europa. Maar de besprekingen om toch weer grenscontroles in te voeren. Je snapt dat het er niet bij blijft natuurlijk. Artikel van Radio West. Hè? Wat is dat? Zuid-Holland staat met tegenzin zonnepark in groen buitengebied toe. Op weilanden langs de A12 moet een veld van bijna 10 hectare aan zonnepanelen komen. Een meerderheid vindt het zonde van het groen en van de schaarse ruimte in Zuid-Holland. Moet je eens voorstellen. Dus om de natuur te redden, moeten we de hele natuur vernietigen. Willem. Hey, maar wat staat er nou? De meerderheid? Een meerderheid van de provinciale staten vindt het zonde. Oh, nou. Wat er dan gelijk duidelijk wordt, is dat we niet in een democratie leven. Nee, maar kijk, dat beleid, dat wordt gedicteerd. Hè? Daar hebben we het vaak over gehad. Die lagere niveaus, daar wordt het uitgevoerd. Als je veranderingen wil bewerkstelligen, moet je op die lagere niveaus zijn. Moet je niet in Den Haag zijn. Dat zijn alleen maar clowns, een politbureau die berichtjes uitstuurt wat er gebeuren moet. Weer code geel. Zo laat zijn stevige regen en onweersbuien met grote hagelstenen bij jou. Kijk, angstmakerij. Ja,
Ze waarschuwen voor wateroverlast in tuinen, kelders en tunnels. In de kustprovincies kunnen tijdens buien ook windstoten voorkomen van rond de 60 km per uur. Nou ja, wat is 60 km per uur? Dat valt toch best wel mee volgens mij. Is dat iets om een krantenbericht over te schrijven? Ja, het is herfst, hè? Opwarming van de aarde brengt veel regen, zagen we deze zomer. En dat kan gevaarlijk zijn. Ja. Ja, ik vind het zo'n mooi bericht. De opwarming, en dan is het eerst droog en heet. Maar door de opwarming werd het nu toch koud en nat. Hè? Dat hebben we al een paar keer gezegd. Dat het dogma moet blijven staan en de logica wordt telkens geofferd. Ja, ik zag nu ook berichten internationaal verschijnen over Paraguay. Dat er enorme droogte is. Nou, het is inderdaad, heeft een maand vrij weinig geregend. Maar om nou te zeggen dat het enorm droog is. Wat er wel aan de hand is in Zuid-Amerika, dat er enorm veel bosbranden zijn. En die zijn, net als in Europa, allemaal aangestoken. Maar die branden zijn zo groot dat op dit moment een groot deel van Zuid-Amerika bedekt is onder een laag, een soort nevel, een soort mist die afkomstig is van bosbranden. Dus ook daar doet men dezelfde trucs die men hier in de zomer allemaal gedaan heeft. In tegenstelling tot de voorspellingen, de laatste afgelopen maand was de zon het meest actief sinds 2001. Ja, let op, er staat ook, de current solar cycle is expected to peak binnen 12 maanden. En we hebben het hier al eens een keer eerder over gehad. Dat klimaatverhaal moet hiervoor bereikt zijn. Want dan kan er victorie worden gekraaid. En dan gaat het waarschijnlijk weer ietsje afkoelen. Of wordt het weer rustiger. Want het is natuurlijk de zon. Hè? Als je het al over klimaatverandering of een grilliger weer wil hebben, moet je naar de zon kijken. CO2 is niet een veroorzaker, hooguit een meetcriterium. Dus nog even volhouden. Laten we door blijven gaan met dit hoofdstuk, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortdurende propaganda rond CO2. En Volvo wil auto's verkopen en zet bijl in de electric vehicle strategie, ofwel de elektrische auto. Ja, na al die andere merken zien we ook Volvo langzaam terugtrekkende bewegingen maken uit de elektrische markt. En ik moet ook zeggen, Volvo maakt volgens mij die Polar. Heb je die wel eens gezien, Willem? Nee. Nou, er zijn een paar auto's die komen in aanmerking voor de prijs lelijkste auto ooit. En die hoort daar zeker in de top bij. Weet je, het valt mij al wel op dat die elektrische auto's, die lijken niet gemaakt te zijn om, hoe zeg je dat, om serieus fijn te worden. Ja. Nee. Het lijkt eventjes, we moeten wat elektrische auto's op de markt gooien. Dus we draaien even wat in elkaar. En dan daarna gaan we toch weer terug met echte auto's. En dat lijkt nu een beetje te gebeuren. En Volkswagen beëindigt 30 jaar oude overeenkomst voor werkzekerheid. Waardoor vanaf, ze hebben met de vakbond, heeft ze de overeenkomst dus beëindigd. Dus dat de werknemers werkzekerheid hadden. Waardoor het bedrijf vanaf juli volgend jaar een flinke ontslagronde kan doorvoeren. Nou, we hebben het vorige week ook al besproken. Maar ik was een uitzending met Ernst Wolf aan het luisteren. Die heeft een heel uitgebreid thema over dat Volkswagen heeft hij gedaan. En ik raad iedereen aan daar eens naar te luisteren. Want er blijkt dus veel meer achter de teleurgang van dit, een van de belangrijkste bedrijven van de Duitse economie te zitten. En ook daar is BlackRock en Vanguard blijken de daders te zijn van de teleurgang. Zij hebben gezorgd dat hele concern op de knieën gezet is.
En ze hebben zelf enorme belangen genomen in Chinese autofabrikanten. En daarvoor moest Volkswagen moest opgeruimd worden. En dat hebben ze dus heel systematisch in handen gedaan. En de huidige bestuursvoorzitter, die komt ook vandaan. Die komt bij BlackRock vandaan. En inmiddels heeft BlackRock zich ook, geloof ik, weer teruggetrokken uit het concern. De taak zit erop. Het bedrijf is langzaam vernietigd. En Italië dringt aan bij de EU aan om de ban op verbrandingsmotoren op te schorten, omdat er anders een industriële ineenstorting dreigt. Maar ja, ook wat daar zou je denken? Is... Nou, de grappige is, dat is die omdraaiing weer. Hè? Dit is juist het doel van de afschaffing van de verbrandingsmotor, zodat de hele industrie in elkaar stort. En nu merken ze van, oh, was dat de bedoeling daarvan? Ja, dat was dus de bedoeling daarvan. En nu bereiken we bijna ons doel, dat die hele industrie instort. En dan gaan ze in één keer zeggen, ja, misschien moeten we het roer omgooien. Maar ik denk dat dat al te laat is, Willem. Wat denk jij? Dat denk ik ook. En dieselbusjes zijn niet aan te slepen. Elektrische busjes zijn helemaal geen goede vervanging. Hè? Dit is interessant, want ik heb vorige week een rechtszaak hier over. Zijn we in het gelijk gesteld? En dat ging precies hierover. En daar gaan we zo meteen nog even over hebben. En dat klopt inderdaad. Die dieselbusjes. Die zijn gewoon superieur aan alles wat er elektrisch rondrijdt. Natuurlijk, elektrische busjes zijn geen vervanging. Als jij serieus, als jij je geld wil verdienen, je bent middenstander en je hebt daarvoor vervoer nodig. Nou, het laatste wat jij nodig hebt is een elektrisch busje. Je kan nog beter met paard en wagen gaan. Dan ben je veel beter uit dan met een elektrisch busje. En hoe het eindigt, 96% van de grote bedrijven, die hebben langzaam hun klimaatverplichting, of hoe noem je dat, hun klimaatcommitment. Doelstellingen, daar hebben ze afstand van gedaan. We hebben het ook over Microsoft en Google. Ze hebben opgegeven, ze scheppen niet langer op over hun CO2-neutraliteit. En hun emissies die zijn inmiddels met 29% tot 50% gestegen in de afgelopen 4 tot 5 jaar. En meer dan 500 bedrijven die zich hadden verbonden om in 2040 net zero te bereiken. Maar 96% is al gefaald. En om ons af te leiden over het klimaat te spreken, de bubbel is gebarsten. En sommigen die verwijten AI daarvoor. Ja, het was ook allemaal alleen maar een leuk sprookje om de mensen te knechten, om de samenleving tegen de muur te rijden, om de economie tegen de muur te rijden. In werkelijkheid is dat natuurlijk nooit de bedoeling geweest. We weten ook dat BlackRock, Vanguard, die zijn inmiddels klaar met dit klimaatbeleid. Het einde daarvan is in zicht, net als van de economieën. Dat valt waarschijnlijk toevallig samen. Willem, wat wil jij hier nog over zeggen? Nou, je hebt alles al gezegd. Ongehoord Nederland zonder kaskens kiest voor bizarre theorieën en sneer naar de PVV. Is dat er iets veranderd? Wacht eventjes, Jeroen, ja. Krijgen we nu. De oude media, de mainstream media, begint Arnold Karskens te verdedigen. Ja, dat is wel heel erg pijnlijk voor Karskens, want daarmee wordt zijn ware gezicht, die krijgen we te zien. Ja, het is moet maar een beetje bizarre... denken, waar we dadelijk nog op terugkomen, dat Poetin Harris endorste en dat Kirby, van de woordvoerder van het Witte Huis, niet wist hoe die dat weer weg moest poetsen. Dus ik denk dat we binnenkort hetzelfde iets van Karskens kunnen zien.
Maar het klopt wel, hoor, dat Ongehoord Nederland bizarre theorieën verspreidt. Want dat is namelijk de werkelijkheid. Hè? De werkelijkheid is bizar. Als je op dit moment redelijke verhalen brengt, dan breng je geen nieuws, dan breng je fake nieuws. Nee, want de werkelijkheid is bizarder en gekker dan je je kan voorstellen. Dus er zit ook wel weer altijd een kern van waarheid in. Dit draadje is voor iedereen om eventjes te lezen en dan vooral naast datgene te zetten wat we al een paar keer hebben uitgelegd, namelijk die desinformatie denktank in Nederland, de NCTV die dat aanstuurt en vooral de public-private partnership. Dit gaat over hoe het in de Verenigde Staten in elkaar is gezet door de DHS en die heeft dan de CISA, dan gaan we naar de volgende. En die CISA, die mag natuurlijk niet zelf censureren. Dus dat doen ze dan via intermediates. Oftewel persbureaus, factcheckers, social media bedrijven. Die doen uiteindelijk het echte censureerwerk, hè, het vuile werk. We hebben vorige week Zuckerberg gezien die zei van ja, sorry, het spijt me, maar ik moest van meneer Biden. Dat is een heel netwerk. Het wordt ook wel de Censorship Industrial Complex genoemd. Dan gaan we naar de volgende. Mike Benz, die heeft hier al heel wat uitzendingen aan gewijd. Met de verkiezing van Donald Trump is er een veiligheidspal weggenomen. De State Department, Department of Defense en de CIA, die hebben besloten, we moeten ook de communication and engagement, de kleurenrevoluties en de soft coups, moeten we intern kunnen doen om de democratie te beschermen natuurlijk. Zo gezegd, zo gedaan. En dit is een voorbeeld van een paar social media accounts die toevallig, de top 20, die zijn toevallig allemaal rechts georiënteerd, in hoeverre dat nog een begrip is. We hebben je bericht verwijderd. Waarom is dit gebeurd? En het gaat dan over een video van videowaarheid. Een voorbeschouwing van de voorlopige voorzienings tegen het CBG. Dat gaat over de zaak die afgelopen dagen. Waar we inmiddels al uitspraak over hebben. Komen we zo over te spreken. Het is een hele interessante uitspraak geworden. Maar dit doet mij denken aan de zaak tegen de Gezondheidsraad was het, denk ik. Of het hoger beroep tegen de vaccinatiecampagne in 2021. Toen werd het ook van mijn Facebook gehaald. En ik, wacht eventjes. Dus een social media bedrijf die de openbaarheid van de rechtspraak belemmert. En als je dacht van, ja, maar dat was corona. Het is er nog steeds. Ja, maar als je dat dus doet en dan volgens Facebook doe je dan aan, heb je op misleidende wijze geprobeerd, vind ik leuks, volgers, deelacties of videoweergave te krijgen. Dus je voert een rechtszaak, je doet daar verslag van en wat is dat? Dat is een misleidende manier om volgers te krijgen, Willem. Emmen verwijdert de Oekraïnse vlag en verkiest de vredesvlag tegen alle oorlogen. Ja, het is een beetje laat, Willem, maar beter laat dan nooit. Maar het is ten hele gekeerd, zal ik het maar zo zeggen. Niet een halve. Ja, dus hulde voor Emmen. Ik zou zeggen, als jouw gemeente nog de Oekraïnse vlag heeft, of de LHBTI-vlag of de SDG-vlag, stuur deze foto dan door met een korte toelichting van, het kan dus wel. En een tweet van jouw trouwe volger, Mark van Ranst. En hij vraagt zich af, ik ben benieuwd wie de lessen virologie geeft. Dan heeft hij het over het artikel wat geplaatst was. En dat is klaar met woke in Ardennenstad school voor complotdenkers. Met Willem Engel als hoofdcultuur. Ja, dat klopt. Ik ben vandaag wederom door een Belgische krant gebeld. En daar heb ik inderdaad uitgelegd dat ik met mijn kleine grote vriend een speciale band heb. En dat dit natuurlijk codetaal is voor Willem, ik wil er ook bij horen. Kan ik niet een lesje marketing komen geven bij het nieuwe instituut? Ik denk dat het van belang is, omdat we hem natuurlijk wel eens eerder in het Chatham House marketingcursus hebben zien geven. Dat hij daar wel gewoon eerlijk voor komt solliciteren. Dus bij deze, Mark, je bent uitgenodigd, je mag komen solliciteren.
Als student, bedoel je? Als student mag hij sowieso in de zaal komen zitten. En want ik heb ook zijn danspasjes wel eens gezien tijdens de coronaperiode. Dus ik denk dat het cultuurprogramma bijzonder goed aansluit bij de hiaten in zijn competenties. Lucratieve nieuwe side hustle. Willem Engel, Nova Academia vraagt 25.000 schoolgeld. En dit is een artikel van Geen Stijl, denk ik. Hè? Ja, Geen Stijl. Ja, en ik moet zeggen, eigenlijk valt het wel mee. Ze maken reclame voor ons, dat is goed. Het enige wat ze natuurlijk niet goed hebben, ik krijg geen 25.000. En het grappige is dat ze daar twee dingen mee willen doen. Alsof wij belust zijn op geld en we hebben onszelf nooit vanuit de stichting uitbetaald. Maar dat is iets wat niet geaccepteerd wordt. Dus die geldbelustheid, dat is vooral een projectie. Maar het andere is ook zoiets typisch. Onderwijs is duur. Als je in de Verenigde Staten naar de universiteit gaat, zijn dit hele normale bedragen. Dus de Nederlander en de Belg is zo gewend geraakt aan het gratis onderwijs. Maar dan moet je denken, ja, maar degene die betaalt, bepaalt. Dus dat is de reden waarom wij zo specifiek indoctrinerend onderwijs hebben. Ja, maar kijk, wat je zegt, onderwijs zonder steun van de overheid is enorm duur. Je moet leraren betalen, je moet een schoolgebouw betalen. En ik zou zeggen, ga eens in Nederland kijken als jij zelfs middelbaar onderwijs, als dat privéonderwijs is, een privéschool, dat red je niet met 25.000 per jaar. Dat kost zelfs nog veel meer. Dus dit is weer een uit de context getrokken, wordt even zo'n bedrag daar genoemd. Maar helaas is het zo dat voor minder kan je geen privéonderwijs organiseren. Even weer nog een artikeltje, dat laten we regelmatig zien. Volgens mij hebben we het al een paar keer laten zien. Dit is van 18 mei 1948. En destijds is de Telegraaf 30 jaar verboden. Uiteindelijk is het geloof, volgens mij mochten ze na 2 jaar weer opnieuw beginnen, is dat nooit 30 jaar vastgehouden. Maar Siemen heeft toen om de pers, de commissie voor de perszuivering na de Tweede Wereldoorlog gehad. Destijds was de Telegraaf fout en al die kranten die destijds in de oorlog als in de illegaliteit zijn opgericht. Nou, al die tijdschriften, al die bladen, al die media, die komen nu zelf in de aanmerking voor een 30 jaar verbod. Want ze zijn nu fouter dan fout en fouter dan de Telegraaf tijdens de Tweede Wereldoorlog was. Het grote voordeel is dat we maar 2 of 3 bedrijven hoeven aan te schrijven. Ja. En dit is een WOP-verzoek of een WO. Dat is een FOIA, want het gaat natuurlijk over de WOP-verzoek in de Verenigde Staten. En dan komen we een e-mail van Ron Fouché tegen, de gain-of-function-man van Erasmus. En het grappige is, en deze hebben we al een keer behandeld, maar dit stukje laten we toch nog eventjes specifiek zien. Waarom? Omdat hij zegt, als we aannemen dat het lab-leak scenario waarschijnlijk is, dan moeten we ook aannemen dat alle eerdere en huidige en toekomstige uitbraken waarschijnlijk ook uit het lab komen. Ja, en dat zou ons veel te verdacht maken. Dan zou al ons onderzoek aangaande gain of function in gevaar kunnen komen. Nou, wat er eigenlijk staat is dat het dan waarschijnlijk genomen, waarschijnlijk gezien kan worden dat die ook uit een lab wordt. Dus het is meer om, dan kun je dat narratief dat zoiets komt van, zoals Marion Koopmans maar steeds blijft pushen, dat je daar een vleermuis voor nodig hebt en dat er dan via markt in Wuhan of ergens anders door het eten van wilde apen in Afrika, dat je daar die ziektes komen en dat die niet uit het lab komen, want dat mag natuurlijk niet gezegd worden, want en dat wordt dan daarmee onaannemelijk, die verhaaltjes. De sprookjes van Koopman zouden daarmee gelijk de prullenbak in kunnen. En dat is waar. En Willem, ik denk ook dat dat de enige oplossing is. We hebben nog geen pandemic preparedness nodig. We hebben virologen preparedness nodig. Als we die allemaal afschaffen, al die onderzoekslaboratoria, al die virologen, laten ze gewoon op een ander terrein hun marketingpraatjes gaan verkopen.
dan hebben wij geen, wereldwijd geen last meer van pandemieën. Schaf je de virologen af, is het klaar en gedaan met de pandemieën. Willem. Absoluut waar, maar wat het ook laat zien, is al die integere wetenschappers, die laten hun oordeel dus inderdaad wel afhangen van of hun onderzoek en hun grants nog doorgaan. Dus mocht je twijfelen aan de integriteit van onderzoekers, dat hoeft bij deze niet meer. Ja, want dan komen we bij een tweet van Rogier Louwe. Vertel, ja, Willem. En dat is wel recent. Rogier Louwe is collega van Koopmans. Ik denk dat hij ook collega is geweest van Fouché. Die heeft eigenlijk de PCR-test debunked. Daarvoor werd hij ontslagen. Er werd een ander verhaaltje opgehangen. Maar iedereen snapt dat hij eigenlijk ontslagen is omdat hij de PCR-test ontkrachtte. En wat hij nu laat zien is dat er vanuit een patiëntensample een sequence is gedaan die overeenkomt met een kloon die in het lab is gemaakt. Ja, dan kunnen er maar een paar oplossingen zijn. En het meest waarschijnlijk is dan dat deze patiënt besmet of geïnfecteerd is geraakt door die kloon uit het lab. Dus dit is een lab leak. Dus het is waarschijnlijk zo, Willem, dus dat een vleermuis binnengedrongen is in het laboratorium en dat die daarna gevlogen is naar de markt in Wuhan, hè, en daar dan het virus heeft verspreid. Het voorstel om de volgende onderlinge afspraken te maken. LAREP geeft de volgende signalen meteen door aan het RIVM. Overlijdensgeval of een ernstige anafylactische reactie waarvoor ziekenhuisopname nodig is. Willem. Ja, en dan zou je zeggen van maar hoezo moet het dan direct aan het RIVM worden gemeld? Nou, RIVM was natuurlijk verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne zelf. En zo had elke overheidsinstantie een laagje van het bedrog voor zijn rekening te nemen. Maar zeker met het oog op de rechtszaak tegen het CBG die deze week diende, en waarvan we nu dus al de uitspraak hebben, zijn dit hele opvallende. Er werd dus intern wel degelijk rekening gehouden en ook gesignaleerd, zoals we in de volgende WOP-stukken zullen kunnen zien, dat er doden vielen. Ja, en wat staat er in dit WOP-stuk? Het LAREP geeft aan dat de werkdruk nog steeds hoog is. Piek was 1500 meldingen per dag. Nu rond de 500 lijkt gestabiliseerd. Gaat waarschijnlijk stijgen hoe meer we vaccineren. Ja, maar dan staat er ook dagelijks tientallen beelden die ze zouden willen bekijken omdat ze ernstig of interessant zijn. Zoals Guillain-Barré, neurologische gehoorstoornissen, blauwe plek, prikplekken, myocardinfarcten, niet alleen trombose dingen. Maar hier komen ze niet aan toe. Er komen elke dag ernstige meldingen binnen die echt goed bekeken moeten worden. Dit kan alleen met experts die goed zijn ingewerkt. Dus wat ze hier zeggen, het is zo druk, dat is de reden waarom we niet aan signaleren toekomen. Niet omdat ze er niet zijn. Het zijn er te veel, Jeroen. Ja, maar niks aan de hand, hè? Zoals we zo meteen, als we de zaak gaan bespreken. Ja, want het CBG blijft erbij. Zij hebben geen melding gehad, dus zijn ze er niet. Ja, dit is een bericht van 12 oktober 2023 en dat ging over de SV40. Dat was met die vervuiling met DNA die in de prikjes was aangetroffen, was dat SV40 aangetroffen. En dat is verantwoordelijk, meen ik, voor het ontstaan van kanker. Ja, Willem. Dat klopt. En de metadata is van belang. Dit is dus een e-mail van het EMA die aan de FDA vraagt, hey, hoe zit dat bij jullie? En dan kijk je naar de datum, 12 oktober. Wacht eens eventjes, hebben wij niet op 1 oktober gesommeerd en heeft Marcel de Graaf met een paar andere Europarlementariërs toen ook niet het EMA gesommeerd? Dit is een van de punten die we daar ook hebben aangedragen. Dus ondanks dat ze dan publiekelijk ontkennen, maakten zij zich toch enigszins zorgen en wilden ze even afstemmen wat de cover story zou worden. Nou, vooral die vragen. Hebben jullie actie genomen? En wat is jullie zienswijze perspectief op deze zaak?
Ja. Nou, maar dan bedoel ik van, wat hebben jullie actie genomen? En je zou zeggen, oh jezus, er moet een persbericht uit dat het gevaarlijk is. Er moet een total recall komen. Nee, waarschijnlijk bedoelden ze met actie, hoe kunnen we deze story killen? Ja, precies. Ja, en er is een brief van de ministerie van Volksgezondheid van Ontario in Canada. En wat doen ze? Ze hebben alle vaccins, XBB-vaccinproducten, hebben ze teruggetrokken. Voor vernietiging? Ja. En de verklaring die ze geven is van ja, maar we hebben nu een nieuwe prik en we willen niet dat mensen met oude prikken geprikt worden. Nou, jullie kunnen je misschien nog andere wopstukken herinneren met de AstraZeneca prikken. Van ja, die gaan we eerst opprikken bij de 60-plussers en daarna zien we wel verder. Dus dit is een ongeloofwaardig verhaal. We weten dat het allemaal over winst gaat. We weten dat ze niet zomaar prikjes gaan vernietigen. Wat veel waarschijnlijker is, is dat WOP-document wat we net lieten zien. Namelijk, zit in deze prikken nog het bewijs van al die plasmides? Ja, en men wil dus waarschijnlijk alle bewijs vernietigen. Zodat er niet straks een paar files achterblijven die dan nog achteraf bij een eventueel strafrechtelijk proces gebruikt kunnen worden om de daders te veroordelen. En ja, diegenen die dit verspreiden, ze vroegen ook overal van zorg dat je er een paar achterover drukt en als bewijs voor de toekomst bewaart, want we zouden dat nog wel eens nodig kunnen hebben. Ja, dit is een woonstuk van wie die afkomt weten we niet, maar het is gericht aan het RIVM. Het gaat over bijwerkingen van verpleeghuisbewoners. En, ja, vooral... die laatste zin. Als de COVID-infectie de mensen behoorlijk heeft verzwakt, is een vaccinatie misschien niet zo'n goed idee. Want, dat is de redenatie die daarvoor staat, ik denk dat er goed gekeken moet worden wie er wel en het vaccin niet moet krijgen in verband met frailty en overlijden. Dus er was inderdaad een verwachting en dit is... In die zin standaard hoor, dat hebben we wel vaker besproken, ook bij veehouderijen. De zwakste dieren, die vaccineer je niet meer, omdat ze daar aan doodgaan. En daar komt dat herd immunity vandaan. Als al die andere dieren immuun zijn en het niet meer doorgeven, dan kan je toch die zwakste dieren, die dat prikje niet meer aankunnen, beschermen. Maar die paar wopstukken die we nu hebben laten zien, laat zien dat ze op de hoogte waren van de risico's, dat die risico's ook voorkwamen, dat ze veel waren en dat ze ernstig waren. Maar, let op, het CBG ziet geen reden om te schorsen, want er zijn geen veiligheidssignalen. Ja, dan wijst het toch nog even op de RKI-stukken die boven water zijn gekomen. En ook daarin was het een thema. Voordat men überhaupt begon, hè, dat was volgens mij al maart 2020 of april 2020, heeft men al afgesproken, artsen mogen nooit hun patiënten controleren of om te kijken of zij wel in staat zijn om het vaccin al dan niet te krijgen. En dat was vooraf afgesproken. Dus deze onderwerpen die hier nu aangesneden worden, vooraf is afgesproken, daar gaan we niet naar kijken. We gaan iedereen een prikje geven. Met andere woorden, we moeten er zoveel mogelijk doodspuiten. En nog een WOP-stuk of een e-mails van uit 21. En waar dit over gaat is, dan zie je dat onderste mailtje, het ministerie van VWS, die vraagt aan Facebook en IGJ, zou jij dit aan Twitter kunnen doorsturen? Want Edo Haverman, dat was dan de liaison voor social media, lid van D66 natuurlijk, had ook het contact met Twitter. En er moest dus iemand van de critici worden verwijderd van Twitter of geblokkeerd van Twitter. Want die schreef iets wat het VWS niet fijn vond. En nog eventjes weer terug naar dat draadje wat we net hebben besproken over DHS. Dit is dus, zo plat is het. Ambtenaren die direct aan Facebook, aan commerciële bedrijven vragen of ze mensen willen censureren. Ja, en het nog normaal vinden ook, hè?
Ja, dit is de laatste. We hebben deze keer een lange aflevering van De Oude Hoed. Wat ik hier het opvallende vind, is die CE-markeringen. Nou, daar hebben we, ik denk wel 10 zaken tegen de PCR-test gevoerd. En daar hebben we alsmaar CE-markering aangehaald. Dit gaat dan over zelftesten, maar het idee is hetzelfde. Als een test geen CE-markering heeft, dan mag die niet op de markt komen. Tenzij, en dat is de loophole die ze ook hier hebben gecreëerd hebben, ze een tijdelijke ontheffing krijgen. En dan mag het wel op de markt komen, ondanks dat het niet voldoet. Poetin spreekt steun uit voor Harris. Ze lacht zo aanstekelijk. En het Witte Huis niet blij met bemoeienis Russische president. Hij had eerder al dit jaar beweerd dat hij liever Joe Biden als president zag dan Donald Trump. Omdat de Democrat een ervaren en voorspelbare politicus van oude stempel is. Kijk, dat laat ook weer zien. Deze mensen die kunnen cynisme en sarcasme kunnen ze niet meer onderscheiden van serieuze zaken. Het is natuurlijk overduidelijk dat Poetin hier de draak steekt met de clowns van de Amerikaanse politiek. Iemand die denkt dat hij daadwerkelijk denkt dat Harris een betere president is dan Donald Trump of iemand anders. Ja, die snapt natuurlijk niks van. Maar Willem. Ja, en het laat vooral zien dat mensen die denken dat censuur een oplossing is, bijna nooit ook een gevoel voor humor hebben. Nee. Hoe bozer Trump wordt, hoe sterker Harris oogt in groot verkiezingsdebat. Ja, jij hebt dat debat grotendeels gezien. Willem, ja. Wat... Mijn korte oordeel is, het is niet om aan te gluren. Het iets langere oordeel is... Het liep niet uit de hand. Nou ja, dat is wel misschien winst. Ik vond, alles bij elkaar genomen, Harris de voorzichtige overwinnaar. Maar ik zeg er gelijk bij, het was zo'n laag niveau van allebei de kanten. En het ging zo weinig over iets substantieels, dat dit geen invloed heeft gehad op de zwevende kiezer. Trump liet zich regelmatig uitlokken. Harris was sterker dan verwacht, maar ja, ze kakelt normaal als een kip, dus dat ze dat nu wat minder deed, dat gaf al bij iedereen zo van, wauw, ze kan gewoon hele zinnen achter elkaar spreken. Nou moet ik wel zeggen, ze werd geholpen door de moderators die fact-checkten Trump, real-time, dat was heel bijzonder om te zien, dus het was geen fair debat. Harris is geen enkele keer gefact-checked. Ze kreeg ook vragen die kritisch leken, maar dan kwam er geen follow-up. Dus ze heeft eigenlijk geen antwoord gegeven. Niemand weet waarvoor ze staat. En ik denk dat ze de volgorde van de vragen al wel had doorgekregen. Er zijn ook mensen die zeggen van, kijk, dat oorbelletje, er zat een oortje in de oor. Dat weet ik niet. Maar het was, in ieder geval hebben ze er alles aan gedaan om Harris niet onderuit te laten gaan. En dat moet ik toegeven, dat is gelukt. Maar al met al, gelukkig was ik aan het autorijden en heb ik daardoor geen tijd verloren. Maar anders had ik ervan gebaald dat ik het had gekeken. Ja, dit was eigenlijk het enige echte feit van het debat, wat niks met het debat te maken had. Taylor Swift is toch een nieuw carrièrepad opgegaan. Ze is een high-profile escort geworden. Ze heeft zich namelijk verkocht aan de hoogste bieder. De timing is impeccable. Zij kwam met een endorsement voor Kamala uit. En dat waren de headlines. Dit was het contingency plan. Dit is niet toevallig. Hè? Dit is helemaal in elkaar gedraaid door de spindokters. Van ja, als Kamala nou dadelijk wel door het ijs zakt, dan gaan we het alleen nog maar over Taylor Swift hebben. En toen dachten ze, ja, we hebben ervoor betaald. Laten we het nou sowieso maar doorzetten. We gaan het er alleen maar over hebben. En de rechter die gaat de uitspraak vertragen tegen Trump. Tot na de verkiezingen in november. Ja, dus dit gaat over een van de zaken waar hij al schuldig is bevonden. Volgens mij gaat het over de hush money payment. Een knotsgekke zaak waarvan iedereen weet, zelfs elke
enigszins objectieve democraat geeft dat toe van ja, dit is gewoon puur politiek gemotiveerd, lawfare. Dus die rechter die zegt van ja, daar ga ik me niet mee bezighouden. Ik til het over de verkiezingen heen. Maar het blijft natuurlijk bizar, al die rechtszaken die geen standing hebben. En een tweet van een zekere Doreen Duinkers, jou wel bekend. Ja, nou, wat we hier constant zien als we YouTube kijken, dan komt er zo'n clipje door voor expats. Maar dan vooral voor de expats uit de Verenigde Staten. En die zegt van, joh, heb je nog niet gestemd? Maar als je hier woont, of hier, of hier, of hier, laat ze allemaal buitenlandse landen zien, dan kan je toch stemmen door, en dan komt hij naar de ambassade te gaan en ballot aan te vragen, een brief te sturen of een e-mail te sturen. En dan bekruipt mij het gevoel, bedoel je nou dat je puur elektronisch kan gaan stemmen zo? In ieder geval wordt hier weer een deurtje geopend om te kunnen frauderen. Heb jij je al aangemeld om te stemmen? Ik heb me nog niet aangemeld, maar ik ben ook geen Amerikaans staatsburger. Maar ik heb gehoord dat dat niet relevant is. Ja, de Verenigde Staten die gaan door met het verplicht rapporteren van de opnames met COVID. Ja, 1 november, de verkiezingen zijn 5 november. Zou het lukken? Dan moeten ze wel echt gas geven, hoor. Ja. Ja, men blijft het proberen. Amerikaanse activist doodgeschoten tijdens protesten in Westbank. Dat gaat om de 26-jarige oude Amerikaanse activist Aysenur Eyi. En zij is neergeschoten en gedood tijdens een anti-settlement protest in de buurt van Nablus. Ja, dat doet me een beetje denken aan Gonzalo Lira. Dat was ook een burgerjournalist die in Oekraïne het leven heeft gelaten. En Amerika gaat er prat op dat ze leave nobody behind, iedereen komt eruit, Amerikanen worden beschermd, behalve als ze politiek aan de verkeerde kant staan, ja, dan mag je ze doodschieten. Dus het is een opportunistisch argument. En Israëlische strijdkrachten die zijn beschuldigd van om hun eigen burgers gedood te hebben onder de Hannibal aanwijzing tijdens de 7 oktober chaos. Ja, nou, dit is denk ik al de vierde of vijfde keer dat we dit aanhalen. En ik vind het heel erg belangrijk om dat te blijven doen. Want Israël heeft dus een handje van om zijn eigen burgers dood te schieten, om daarna te zeggen van jongens, het is zo erg wat er is gebeurd. Nu moeten we de mensen die dat niet hebben gedaan of gedeeltelijk hebben gedaan, moeten we plat bombarderen. Maar wat hier nou zo opmerkelijk aan is, is net als de gijzelaars die vermoord zouden zijn, hè, dus de 6 mensen die vorige week geëxecuteerd zijn, zijn die geëxecuteerd of door wie zijn ze geëxecuteerd? Hè? Mochten er nog mensen terugkomen, en dat is ook die Hannibal Directive, dat is letterlijk waar het over gaat. Liever iedereen doodschieten, zodat we geen gijzelaars hebben. Ja, maar nog, je zegt het zelf al, dit is niet nieuw. Ik kan me herinneren, we hebben ook wel eens in de uitzending besproken over in de VS, onder Kennedy, dat men het idee had om mensen in Miami en daar aanslagen te gaan plegen, zodat men Cuba kon binnenvallen. Dus dit zijn draaiboeken, dit soort draaiboeken is niet nieuw, dat bestaat al heel lang. En dat doen dus meer landen. En een tweet van Taylor Hudak, en zij zegt het nieuwe poliovaccin wat in Gaza gebruikt wordt, is niet geheel getest. En dat zegt dokter Susanne Humphries. En het is een nieuwe soort orale poliovaccin, een genetisch gemodificeerd orale poliovaccin dat eerst was ontwikkeld en opgenomen door de WHO in 2020. Met andere woorden, Willem, we hebben de oorlog even stilgelegd om daar een medisch experiment te doen op de bevolking. En waar doet jou dat nou aan denken? Wie deed dat nou ook? Want het is eigenlijk, Gaza is een soort concentratiekamp. Hè? Het is de grootste openluchtgevangenis ter wereld.
Nou, we hebben in het verleden hebben we ook een zekere dokter Mengele gehad. En die deed ook proeven met vaccins, dat vergeten veel mensen wel eens, in Auschwitz. Volgens dit doet mij toch heel sterk te aan denken. Of leg ik hier weer verbanden? Jasses, Jeroen, nu ben je wel erg antisemitisch bezig, hoor. Ja, maar het is veel cynischer wordt het niet. Hè? Dus je legt dus een oorlog, het bombarderen leg je even stil, zodat je een experimenteel prikje kan geven en om te kijken wat dat nou doet met de overlevenden. Hè? En nucleaire uitfasering kostte Duitsland honderden miljarden euro's en verergerde het CO2-saldo. En dat is een bericht van De Welt. Ja, dat wisten we natuurlijk allemaal al. Ze hebben in Duitsland onder Habeck hebben ze alle atoomcentrales uiteindelijk stilgelegd. En niet alleen stilgelegd, ze hebben ze definitief onbruikbaar gemaakt. Hè. Ze hebben alle installaties hebben ze met bijtende stoffen bewerkt, zodat het niet mogelijk zou zijn ze opnieuw op te starten. Duitsland betaalt daarvoor een hele, hele zware prijs. Tegelijkertijd moet men dus als labwerk, moet men weer oude kolencentrales opstarten om toch een beetje stroom nog te hebben. En natuurlijk stoot dat, als je al gelooft in dat CO2-verhaal, kernenergie is CO2-neutraal. En die centrales die ze nu gebruiken om toch een beetje in stroom te krijgen, die hebben natuurlijk een veel slechtere CO2-balans. Knettergek. Het zou 600 miljard hebben bespaard als ze bij kernenergie waren gebleven. En het zou minder CO2 opgeleverd hebben. En ook weer blijven we nog weer bij Duitsland. Soldaat zou een half jaar de gevangenis in gaan. Hij gaat een half jaar de gevangenis in, omdat hij weigerde zich tegen corona te vaccineren. Dus dat is de zaak die is volgens mij in hoge beroep gekomen. En hij wordt beschuldigd van het weigeren van een dienstbevel, omdat hij weigerde de coronaprik te nemen. En hij gaat nu de gevangenis in. Maar goed, ik denk toch dat hij nog steeds vindt dat het een juiste keuze is. Je kan beter een half jaar gaan zitten dan dat je met een plotseling en onverwachts helemaal uitcheckt. En nu komen we bij Mexico. Demonstranten die bestormen de Senaat over een plan om de rechterlijke macht te herzien. En dit is een hele opvallend protest weer, Willem. Want dit wordt natuurlijk weer gebracht als een spontaan protest. Maar waarom zouden mensen massa gaan protesteren? Omdat zij proberen de rechterlijke macht, daar gaat het over, dat die rechters gekozen moeten gaan worden. Nou, daar is de bevolking natuurlijk keihard tegen gekozen rechters, of niet? Ja, dat klopt. Dus deze mensen, die willen tegenhouden, want López Obrador, dat is de vertrekkende president, en daar komt een WEF-adapt komt daarvoor terug. En de laatste wet die ze nog erdoor krijgen, is om de rechters verkiesbaar te stellen, dus die positie, en niet meer voor het leven te benoemen. En daar is het protest tegen gericht. Opmerkelijke ontwikkeling. Ik denk dat het Soros echt tegen het zere been is, dat hij eerst honderden miljoenen heeft geïnvesteerd om al die rechters omgekocht te krijgen. Dat is niet goedkoop, hè, als ze voor het leven benoemd zijn. En dat ze dadelijk weggestemd kunnen worden. Ja, en dan krijg je dus zo'n kleurenrevolutie. Dat is het specialisme van Soros. Hè. Dat zijn grootste exportproduct. Zijn wereldwijd revoluties om ideeën en plannen tegen te houden die hem niet bevallen. Het gebeurt, een tweet van Peter Zweden, een enorm protest in Brazilië voor de vrijheid van meningsuiting. En de mainstream media laat dit niet zien.
Ja, weer een enorme mensenmassa op de been in Brazilië. Dat hebben we eerder gezien bij de vervalste verkiezingen, de vorige verkiezingen waarbij Lula zogenaamd verkozen werd. Nu weer. Ja, fantastisch dat ze de straat op gaan. Het haalt natuurlijk helemaal niks uit, want men zit in de bestuurs, hoe noem je dat, in de machinekamer. En die machinekamer zit op slot en dan kunnen miljoenen mensen de straat op gaan. Ze lachen ze gewoon uit. Maar toch goed om te zien dat er bewustzijn heerst. Willem, wat wil jij hier nog over zeggen? Ja, precies dat. Wat is dit? Ja, ABS, dat is volgens mij een beetje het CBS van Australië. Die heeft wel wat cijfers vrijgegeven. Maar wat daaruit blijkt is dat de oversterfte in 2023 weer hoger is dan 2022. Maar we weten niet waardoor dat komt. Nee, dat blijft toch een groot raadsel. En dat is wereldwijd, zien we dat. En we kunnen maar niet de vinger erachter krijgen wat er nou achter zit. Ja, Lindsay Hoyle. Zij wil een wet laten passeren door het parlement om online de vrijheid van meningsuiting te censureren. En zij, Lindsay Hoyle, dat is de Speaker of the House in het Verenigd Koninkrijk van de House of Commons, ofwel het lagere huis. En er is een wet om tegen misinformatie op sociale media. Ja, Willem. Ja, ik weet niet of ze nou misinformatie, eigenlijk desinformatie bedoelen, maar in Nederland wordt desinformatie, wordt moedwillig verkeerde informatie, die wel waar kan zijn, maar bedoeld is om het narratief tegen te gaan. En misinformatie wordt eigenlijk dezelfde informatie, maar dan onbedoeld. He, dus dat het niet met opzet is. Die klassificatie is natuurlijk sowieso een onzindiscussie, want informatie is gewoon informatie. Het gaat alleen maar over, is het te verifiëren? Oké, dan neem je het aan. Is het niet te verifiëren, neem je het niet aan. Verder dan dat zou het niet moeten gaan. Maar in Engeland gaat dat wel verder. En dit is ook wat er in Europa aankomt. Ja, maar dat is wereldwijd. Kijk, en het schokkende is dat wij dit onderwerp bespreken zonder nog echt geschokt te zijn. Hè? We nemen het waar. Maar als je teruggaat naar de basis, de politiek heeft niets te vinden van mening. Hè? Dat is het uitgangspunt. En dat zijn we langzaam aan het vergeten. Want intussen is het de dagelijkse gang van zaken geworden dat de politiek bepaalt wat wel en wat niet gezegd mag worden. En dat men daar wetten voor aanneemt. Maar ik wil toch nog even aan herinneringen. Het gaat geen ene politicus een donder aan wat er gezegd wordt op sociale media, wie dat zegt, als iets strafbaar, de enige grens is de strafrecht. En als bijvoorbeeld de politiek ergens problemen mee heeft, dan kunnen ze aangifte doen bij justitie en die kan dan kijken of daar vervolgd kan worden of niet, of het binnen de wettelijke regels is. Maar dat wij al normale gesprekken voeren over wat toelaatbaar is en wat niet, dat laat zien hoe diep en ver we als samenleving zijn afgezakt. Ja, en een schokkend bericht op NOS Nieuws. En het gaat weer over de apenpokken. En die grijpen, apenpokken die grijpen sneller om zich heen. En Afrika komt met een plan voor het hele continent. En ze roepen de opkomst van een nieuwe variant. Dat is 3 weken geleden dat de WHO daarvoor een internationale noodsituatie heeft uitgeroepen. En Afrika heeft nu een plan gelanceerd om het virus tegen te gaan. Willem. Ja, ik heb sterk het gevoel dat dit een specificering of een diversificering van het WHO-beleid is. Dus niet meer een pandemie voor de hele wereld, daar gelooft niemand meer in. Maar elk werelddeel krijgt zijn eigen specifieke pandemie. En zo kan ik me voorstellen dat het in Zuid-Amerika over de knokkelkoorts gaat. En dat het in Noord-Amerika en Europa, denk ik, over de mazelen gaat. Of over de vogelgriep. Maar de vogelgriep is dan misschien weer wat meer voor Azië. Dat is mijn verwachting. En dit is een artikel uit Beeld.
En dat is een lerares die eist dat wij moeten op alle scholen een controle hebben op het dragen van mesten. Nou, dat sluit aan bij de berichten die we afgelopen weken al naar voren hebben gebracht en besproken hebben. En men wil meer controle. En dan gaat het hier dan zogenaamd over dat je geen mesten meer draagt. Maar de bottom line is, men wil de mogelijkheid hebben om iedereen te controleren, te fouilleren, van doe even je tas open op elke plek, gewenste plek waar je loopt of wat dan ook, dat je even gestopt kan worden, dat men even in je tas kan kijken of je even kan fouilleren. Kijk, daar gaat het natuurlijk om. Het is een onzinverhaal van dat wij nu messen onder controle moeten gaan brengen, want als jij geen mes meer bij je zou kunnen hebben, dan zit je in een gevangenis, hè? Want in een gevangenis mag je namelijk ook geen messen hebben, hè? Want daar zou je wel iemand iets mee kunnen aandoen. Het is natuurlijk knettergek dat jij in een samenleving zou wonen waar je geen messen meer mag hebben, Willem. Maar dan is er iets anders mis met de samenleving. Ja. En een grote inzet bij een universiteitsziekenhuis. Een medewerker is met een mes bedreigd. Nou, dan zien we het weer. Laten we ook bij ziekenhuizen, weet je wat, poortjes voor de ingang, fouillering, tassencontrole, noem maar op. Het wordt allemaal mogelijk, want we moeten voorkomen dat ook nog maar iemand een mes heeft. En dan gaan we vrijstellingen geven aan een slager. Oh nee, slagers die hebben we niet meer nodig, want we hebben geen vlees meer nodig. Wie heeft er? Restaurants, die krijgen een vrijstelling. Die mogen dan bijvoorbeeld messen bezitten, maar die messen mogen natuurlijk niet langer zijn met een limit van 15,5 centimeter. En die mogen niet te veel geslepen zijn. Weet je, ik zie weer een toekomst voor allemaal nieuwe wetgeving. Fantastisch. Eindelijk is er weer werk voor de parlementariërs om allemaal onze dingen uit te bedenken. Hoe wij messen kunnen gaan controleren. En Duitsland, die heeft niet alleen een messenprobleem. Dit is een artikel uit Bild. En experts die waarschuwen voor een catastrofe. Nou, als het experts zijn, moeten die woorden natuurlijk heel serieus nemen. En Duitsland krijgt een zeer groot probleem met hoogwaters. Ja, Willem, dat hoge waters, hè, dat hebben we in het verleden ook al vaker gezien. Ze zien het aankomen en ze voorspellen het al. En dat doet mij denken aan het bericht dat wij vorige week hadden over Amsterdam. Dat er per ongeluk een sluis open stond of dat er een fout gemaakt was. Die toevallig... Nee, er was per ongeluk iemand die aan het opletten was en het plannetje aan de bar stuurde. En hier dus kennelijk niet. Hè? Hier is het helemaal naar plan gegaan. Ja, maar zo zie je, Wim, wat zou het toch mooi zijn als we de staat gewoon afschaften? Dan zouden we van al dit soort onzinrampen die ze iedere dag bedenken, zouden we af zijn. We worden alleen nog maar bezig gehouden met onzin. En de minister van Economische Zaken, Robert Habeck, heeft corona. Schokkend nieuws. Wie hadden we nou laatst ook die corona had? Even denken, was het een andere minister? Ja, ze krijgen weer achter elkaar corona. En dan vraag je af, man, heb je je niet laten vaccineren of zo? Weet je, heb je het risico genomen je niet te vaccineren dat je nu corona hebt? Maar niet getreurd, niemand zal het merken dat minister van Economische Zaken even is uitgeschakeld. Ik zou zeggen, ik hoop dat corona heel lang duurt. Het kan alleen maar goed zijn voor de economie als deze man van het toneel verdwijnt. Deze man heeft geen idee waar hij mee bezig is. Het is dezelfde man die ook zei, nee, het gaat prima met de economie. Het zijn alleen de cijfers die slecht zijn. Hè? En dezelfde man die ook de uitspraak deed, nee, die bedrijven gaan niet failliet. Die stoppen alleen maar met produceren. We hebben hier te maken met een zwaar zwakzinnige persoon die zichzelf uitgeeft als minister van Economische Zaken van ooit een van de grootste economieën ter wereld, Duitsland. Oh ja, een laatste opmerking over hem. Het is niet alleen minister van Economische Zaken, maar ook van Klimaatbescherming. Het zijn twee tegenovergestelde dingen. Hetzelfde als minister voor vlees en voor veganisme. Dat is ongeveer hetzelfde. En dit is de winnaar van de week. Ja, let vooral op de kleuren en de lengtes van de balkjes. Normaal zei de lengte van het balkje wat over...
de hoeveelheid zetels die werden gehaald. Nee, dat is nu gewoon random gemaakt. En normaal zei de kleur wat over de basiskleur van de partij. En dan kreeg je, in Nederland hebben we blauw voor liberaal, groen voor GroenLinks, rood voor Partij van de Arbeid en meestal ook groen voor de christelijke partijen. Maar wat hebben ze hier nu gedaan? Ze hebben de AfD niet de kleur gegeven die de AfD zelf, waar ze zichzelf mee identificeren, maar hoe zij worden weggezet. De AfD is hier bruin. Ja, en dan, dit zijn, even voor de duidelijk, dit zijn de uitslagen van de verkiezingen in Thüringen. En SPD, die heeft 6,1%, maar die staat in de grafiek als winnaar met de langste rode balk. En CDU met 23,6%, die komt dan, die staat dan bijna even groot. En een AfD, die eigenlijk de grootste is, die is de helft zo groot als SPD. Ja, het is, het lijkt wel, hoe noem je, satire. Stijgende steun voor AfD leidt tot politieke onrust in Duitsland. CDU die weigert samenwerking. Willem. Dit hebben we al eens gezien. Ja. Waar was het ook? Precies. In Nederland, ja. Ja, precies. Daar was PVV de grootste. En ja, toen kregen we allemaal partijen, de, natuurlijk Omtzigt, wie nog meer, allemaal BBB. BBB, Timmermans ging zelfs nog verder, die wilde geen enkel middel nalaten om de PVV te bestrijden. Het cordon sanitair. En het is dus allemaal draaiboek dit, hè? Dus precies hetzelfde in Nederland. Wij zagen vorige week al dat AfD net die ene zetel die ze nodig hadden, zodat zij elke meerderheid konden blokkeren, die viel af bij hun. Nu zeggen al die partijen, we gaan niet samenwerken met de allergrootste partij. Dus... Europese boete voor Google van 2,4 miljard euro is definitief. Ja, en als je nou denkt van oei, die Google die wordt hard aangepakt, dat is toch wel een serieuze boel. Maar dan kijk je even waarover het gaat. Oh, dus Google heeft een rooftocht gepleegd en de concurrentie uitgeschakeld. En nu delen ze de buit met de criminele zakenpartner. Ja, dus een afdracht, hè, van de winst, van de je buit die je binnengehaald. Natuurlijk moet je daar een stukje van afstaan aan degene die de roof heeft mogelijk gemaakt. En Zwitserland, ja, veel mensen, sommige mensen, nou niet, ik weet niet of het veel mensen zijn, sommige mensen denken nog steeds dat Zwitserland een alternatief is om veilig heenkomen te zoeken. Nou, niets is minder waar. Zwitserland neemt de volgende stap richting een digitale idee. Hè. Zwitserland loopt gewoon mee in die hele agenda en loopt met veel dingen zelfs voorop. Maar de digitale idee komt eraan daar, Willem. Ja, en dat zal dan waarschijnlijk in combinatie zijn met een digital wallet. En door een mandaat van de overheid of een regel van de overheid. Eigenlijk een quota, ja. Ja, een quota, ja. Er moet de autofabrikanten in het Verenigd Koninkrijk, die moeten het aantal auto's met verbrandingsmotoren dat ze produceren, moeten ze gaan beperken. En dit komt overeen met de doelstellingen van de WEF. Ja, als je nog twijfelde of die doelstellingen inderdaad tot doel hebben om de economie te slopen, dan hoef je daar nu niet meer over te twijfelen. Maar waar het mij vooral aan doet denken, is dat onder het communisme het ook er zo aan toe ging. Hè? De staat bepaalde hoeveel en wie wat maakte. Ja, en ze hebben nu besloten dat autofabrikanten 80% van hun nieuwe auto's en 70% van hun nieuwe bestelwagens in Groot-Brittannië moeten zero emission zijn tegen 2030. Dat niemand die auto's wil hebben, doet niet de zaken. Je moet ze toch produceren. Nou, dit is inderdaad, zoals je zegt, communisme. En er werd ook vanuit Moskou werd bepaald wie wat moest produceren en dat het niet aansloot op de vraag. Ja, dat is van ondergeschikt belang. Opinie, koekjes eisen, existentialisme
camera's en schermen maken zelfscankassa's een stuk dystopischer. Wie moe na het werk is en een impulsieve bak ijs wil afrekenen, mag zichzelf in sommige filialen van de Jumbo eerst eens even goed in de ogen kijken bij de zelfscankassa's. Er hangen namelijk nieuwe camera-schermen en die dragen bepaald niet bij aan de boodschappenbelevenis. Ja, Willem. Dus in de gaten houden, dan zou je denken, hè, wat bedoelen ze nou? Is Jumbo nu ook boodschappen advies aan het geven en aan het bepalen hoeveel je van wat mag kopen? Maar daar zijn ze niet alleen in. Dan gaan we naar de volgende. En dan zien we inderdaad dat CO2-uitstoot wordt bijgehouden. En dat je nu dus een nieuwe opvoedkundige expert hebt. Dat is namelijk je lokale supermarkt. Daar ga je naartoe en die gaat jou vertellen wat je wel en niet mag kopen en wat je wel zou eten of wat je zou moeten eten. Heel handig, hoef je zelf niet meer na te denken. Ja, nou, de mogelijkheden die zijn wat dat betreft onbeperkt. Ik zie in de toekomst al dat je bij de supermarkt ook op een weegschaal je producten moet gaan scannen. En dat dan de scanner, die ziet dat je een kilootje bent aangenomen en die zegt, en je hebt een zak chips in je en die weigert dan die zak chips af te rekenen en zegt, die mag je even terugbrengen, want u bent deze week een kilootje aangekomen. Dus daar gaan we even maatregelen voor jou nemen. Heel erg handig. Hoef je niet meer zelf na te denken. Ja, en het erge is, ik denk dat er best veel mensen blij mee zullen zijn. Dat vrees ik dus ook. En dat is het gevolg van tientallen jaren pamperen. Mensen kunnen geen eigen verantwoordelijkheid meer nemen. En die vinden het eigenlijk wel lekker dat anderen voor ze beslissingen nemen. Dus voor hun is die dystopische maatschappij die op ons afkomt, is misschien zelfs een uitkomst. Want die mensen die kunnen zelf ook niet meer beslissingen nemen om te zeggen, ik ga nu iets doen aan mijn lijn of ik ga voor mezelf zorgen. Nee, dat doet de staat voor je. En dat is, dat voelt kennelijk heel fijn voor sommige mensen. Dit komt van een KLM'er, die kreeg dit toegestuurd. En er staat nieuw duurzaam vervoersbeleid. Per 1 november gaat die live. Per 1 november gaat het nieuwe vervoersbeleid live. Je ontvangt dan een hogere vervoersvergoeding voor je woon-werkverkeer naarmate je duurzame reis. Let even op, dit gaat over een luchtvaartmaatschappij. Nou, een luchtvaartmaatschappij, het belangrijkste kenmerk is dus dat ze miljoenen en miljoenen en miljoenen kilo's aan kerosine verbranden. Nou, kerosine uitstoot is puur CO2. Maar weet je wat? Als jij naar je werk gaat waar jij honderden passagiers gaat helpt om in te stappen of je gaat vliegen, waar dus die tonnen aan kerosine verbrand worden, als je op je fiets gaat naar je werk, dan krijg je een bonus. Willem, is dat niet mooi? Het is prachtig en het laat ook zien waar dit allemaal over gaat. Het gaat over gedragsverandering. Net zoals dat we vroeger plastic moesten ophalen en toen van de ene dag op de andere dag werd er in Rotterdam gestopt met het gescheiden plastic. Ja, want daar deden ze toch niks mee. Dat ging in één truck weer bij elkaar. En het experiment was afgelopen. Nou, ik weet niet, hadden we die slide erbij vandaag over, over 2021 dat wat gepubliceerd was op de website van het WEF. En dat ging over de corona, dat het eigenlijk een experiment was om te kijken hoezeer je mensen opdrachten kan laten vervullen. Hè? Dus dat je ze kon conditioneren, want er werd één op één de parallel getrokken met het klimaat, dat je daar ook allemaal van dat soort maatregelen kan nemen en die mensen dan moeten opvolgen. Nou, daarin past dat inderdaad, dat elk detail in een leven gaat gedicteerd worden door de staat en dat wordt dan gebracht als van, het is goed voor jou en het is goed voor je, voor de wereld of andersom. Kort past diversiteitsprogramma's en stopt met woke en LHBTQ, moet ik zeggen. Deze voortvolgt dus na Harley Davidson hadden we al eerder. Wie hadden we nog meer? We hadden nog een hele serie van bedrijven. Ja, banken die zijn ermee aan het ophouden. Investeringsmaatschappijen zijn ermee aan het ophouden. We hebben net bij klimaat behandeld. Het is wel een beetje klaar met al die SDG-gebeurens. De middenstand is uitgeroeid. De burger is beroofd. Er moet ook wel weer geld verdiend worden door die grote bedrijven. Ja, go woke, go broke.
Een bericht op Radio Rijnmond. De rechtbank weigert moordverdachte een verdachte vrij te laten. We zijn gekke Henkie niet. En dat gaat over dat zegt dan. Dat zegt dan rechter Jacco Jansen, jullie wel bekend. Jacco Jansen is natuurlijk de persrechter, zou je maar kunnen zeggen. Hij is ermee belast om de rechtspraak te verkopen. Het moet een beetje op het niveau van de gewone man worden gebracht. En er moet duidelijk worden gemaakt dat de rechtspraak serieus onze grieven meeneemt. Ja, hij is een beetje de popiopie van de rechtspraak. Hè? Die moet de rechtspraak een beetje populair maken. Hè? De nazi's hadden ook zo'n kopstuk die bekend was. Hè? En dat was rechter Freisler, weet je dat nog? Dat was ook een beetje het boegbeeld van de rechtspraak. Alleen toen was natuurlijk de teneur een beetje. Hij bulderde net als de nazi's. Nou ja, hij heeft natuurlijk een aardige vent, die Jacco Jansen. Heel populair. Maar uiteindelijk is hij ook een propagandist. Ja, hij is een van de ondermijningsrechters. Hè? Hij heeft dat hele coronacrisiscontext, dat heeft hij gecreëerd. En dan komen we daarmee bij de rechtszaak, de voorlopige voorziening die gevraagd is in de CBG, het College Beoordeling Geneesmiddelen. Ja, ze weigeren al een jaar nu bijna een besluit te nemen. Het is niet eens dat ze het wel of niet gaan handhaven, maar ze weigeren überhaupt antwoord te geven op een sommatie die we hebben gestuurd. En ze doen net alsof we bij het verkeerde loket zijn. Polano, de jurist die CBG vertegenwoordigde afgelopen 9 september, die kwam weer met een rookgordijn. Dat zijn we inmiddels wel gewend. Die zei van, ja, maar we zijn helemaal niet bevoegd. Kijk, het staat in deze verordening. En dan hebben we het over 2004/726, oftewel de oprichting van het EMA en de regeling voor een gemeenschappelijke marketingautorisatie, de EU marketingautorisatie. Maar het grappige is, hij noemt dit, maar in artikel 20, lid 4, staat toch echt dat de lidstaten zelf verantwoordelijk blijven voor hun grondgebied en kunnen daar een middel schorsen. Dus dit is ook weer een sterk staaltje van, nee hoor, kijk maar, ik heb gelijk. En ondertussen geeft hij ons argument nog een keer. Ja, maar kijk, de eerste zaak die wij gevoerd hebben, Wilm, ook de CBG. Die werd ook weer aangehaald, hè, van kijk maar, de rechter heeft al beoordeeld dat wij geen bevoegdheid hebben. Ja, maar ook toen al wezen wij van, luister, kijk, hier staat dat de nationale autoriteiten mogen wel een spoedmaatregel nemen en dan moeten ze dat daarna melden bij de EU. Dat is toen al aangevoerd en daar is verder niet op ingegaan in dat vonnis, is aan voorbij gegaan, want ook toen zei men gewoon heel simpelweg, nee, wij hebben die bevoegdheid niet, dan gaat alleen maar de Europese Commissie gaat daarover. Om eerlijk te zijn, Willem, het is een non-discussie. Die man die heeft geen verweer gevoerd. Hè? Dat is de Polano, heet die meneer. Dat is de jurist van het CBG. De echte de hoofd van het CBG is, hoe heet die, De Boer? Tom de Boer, meen ik. Tom de Boer, die is ook een geselecteerd iemand, die hoort tot het clubje, een zware crimineel, die daar alleen maar om één reden zit, die prikjes moeten op de markt blijven. En er moet zoveel mogelijk geprikt worden. En ik moet zeggen, ik heb die rechtszaak teruggeluisterd, ik was er natuurlijk niet bij. Ik vond het tenen krommend. Hoe die man brutaal iedere keer maar weer hetzelfde herhaalde, zonder in te gaan op de argumenten die gebracht werden. Want het belangrijkste was, kijk, op een gegeven moment heeft Marie-Louise heel goed voorgelezen van hoeveel meldingen er wel niet waren. En op basis van het stuk wat wij toen al boven water gehaald hadden van het LAREP, waar stond we verwachten 15.000 meldingen, waarvan 600 ernstig. Dodelijke gevallen werden helemaal niet verwacht. En inmiddels zitten we op 1,5 miljoen bijwerkingen op basis van hoeveel meldingen waren het in totaal? Ik geloof bijna 300.000. We zitten volgens mij op 260.000. Ja. Dat zijn dan alle meldingen. En daarvan is dan weer iets van 4.000 ernstig. Waarvan ik dan meen 6.000. Of 6.000. Ja.
En daarvan zijn er weer een krappe 1000 overlijdens. We zitten op 800 zoveel. Ja. Maar wat zei deze man? Ja, maar er is niks aan de hand. Wij zien geen aanleiding om in te grijpen, want er is niks aan de hand. De vraag is dus, wanneer is er wel wat aan de hand? Is dat dan bij 100.000 doden of bij 150.000 doden? Wat moet er gebeuren voordat zij vinden dat er wat aan de hand is, Willem? Dat is een hele goede vraag die niet beantwoord werd. Ook haalde hij een paar keer aan van, ja, maar er is een afweging gemaakt, er is een berekening gemaakt. Toen dacht ik van, oh, handig, want daar zitten jullie dus nu al 3 jaar over. Dat hebben we de eerste rechtszaak al gevraagd, maar ook deze keer kwam die niet met die berekening, die afweging van nut-risico. Nee, precies. Hoe vaak hebben we dat al gevraagd? Van ja, maar hoe heb je dan dat nut-risico verhouding? Hoe heb je die dan berekend? Weet je, hoeveel doden vallen dan en hoeveel worden er bespaard? Nou, we hebben daar iedere keer om gevraagd. En we hebben ook geweest dat in het verleden bij die adviezen werd dat daadwerkelijk concreet uitgewerkt. Hè? In die nieuwe adviezen is niets meer daarin terug te vinden. Daar is de argumentatie is ook gelijk de conclusie. He, wij vinden verhouding valt positief uit. Zonder dat daar dan een berekening aan ten grondslag. Nou, we kunnen hier heel veel woorden aan bijden. Nou ja, we gaan naar de volgende. Want de rechter die had zich wel ingelezen. En die kwam met deze uitspraak van ja, maar wacht eens even CBG. Het niet nemen van een beslissing zonder motivatie is bijna per definitie niet toegestaan. Je zal toch in ieder geval een motivatie moeten geven waarom je denkt dat er geen bevoegdheid is. Daar haalden ze dit vonnis aan, waarbij kwam vast te staan dat het CBG ten onrechte het bezwaar heeft afgewezen, dat ze het hadden moeten motiveren. En ze werden ook nog eens veroordeeld omdat ze die bevoegdheid wel hadden en daar niet het adequate mee hebben gedaan. Het enige verschil is dat dit gaat over een nationale vergunning en dat onze zaak gaat over een EU-brede vergunning. En dan zou je denken, oké, zij snapt het, dat betekent dus toewijzen. Maar het is een weergaloos, onnavolgbaar vonnis. Nou ja, zeker omdat, en dat is een discussie die hebben we toen ook gevoerd, wat zeggen ze doodleuk? Ja, maar het is niet verplicht. Maar het is vrijwillig dat je die prik neemt. Hè? Het is zo'n absurd argument. Want waarvoor heb je het CBG dan überhaupt nog nodig? Kijk, de idee van achter CBG was dat zij voorkomen dat er geneesmiddelen op de markt komen die een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Los van of die vrijwillig of onvrijwillig genomen worden. Als er een medicijn op de markt is, moet het CBG zorgen dat het veilig is. Ja, en CBG zegt nu al, precies, over de toepassing gaat de Gezondheidsraad, die geeft er een advies over. Het RIVM voert het uit en de IGJ handhaaft het. Maar dan hebben we het over de toepassing. Of het vrijwillig is, of het goed geïnformeerd is, wie het wel mag hebben, wie het niet mag hebben. Maar daar gaat het, ze hebben geen idee over. De hele vraag over vrijwilligheid hoort helemaal niet bij deze bevoegdheid, hoort niet bij het CBG, maar ook de rechter gaat erop doen. Maar eerst geeft ze dit aan, dat ze van orde is dat er een ernstige onvolkomenheid bevat. En dan zou je denken, kijk, deze rechter snapt het. Zowel het CBG als de vorige rechter hadden het verkeerd. Er had onderbouwd moeten worden. Ja, maar dat is dus niet zo. Ze zegt inderdaad, ja, dus de onvolkomenheid in het besluit wat volgens de CBG geen besluit was, omdat er geen motivatie was. De mondelijke toelichting van verweerder ter zitting achter voorzieningenrechter in dit kader niet voldoende, evenmin als de mondelinge verwijzing naar de jurisprudentie. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding voor een belangenafweging. En dus we komen nu bij een volgende stap. Zeg ja, dit is inderdaad een onvolkomenheid. We komen bij belangenafweging. Maar dan komt het. Wat die rechter hier feitelijk zegt is ja. Het komt de voorzieningenrechter in dat kader geraden voor dat het college daarover in de aanstaande bodemprocedure voorhand een nader standpunt inneemt. Hè? Want dat was een andere discussie die daar speelde. Van ja, die zaak die speelt op 26 oktober, dus nu geen spoedeisend belang. En daar gaan we wel een standpunt innemen. Ja, maar er wordt ook nog iets gezegd, het is 24 oktober trouwens.
Dan zal worden behandeld of het schorsen van de handelsvergunning kan worden vastgesteld. Of die bevoegdheid er überhaupt is, kon nu niet worden vastgesteld. Maar dat vind ik heel vreemd. We hebben de rechter een paar keer voorgelezen dat die bevoegdheid, niet alleen uit de jurisprudentie blijkt, het is een wet, het is een wetsartikel. Ja. En dat hebben we een paar keer voorgelezen. En dit is echt het verhaal van de paarse krokodil in het kwadraat. Ja. Wijzen als maar, ja, die bevoegdheid, dat hebben we uitgezocht. Die staat hier, in deze wet, in dit lid. Daar staat die. Letterlijk. En maar voorlezen. En het CBG en die rechter doen net alsof dit een moeilijke filosofische discussie is. Nee, waar misschien nog een prejudiciële vraag moet worden gesteld aan de hoogste rechter in Nederland. Het is knettergek. Nou, en dat zei Marie-Louise ook heel goed. Hè, van ja, want anders, als alleen maar de Europese Commissie bevoegd zou zijn, dan zou dat een overdracht zijn van de nationale bevoegdheid, zonder dat daar een mandaat van het parlement is. Hè. Het zou dan namelijk als alleen maar de EU bevoegd zou zijn. Maar zo werkt dat tegenwoordig. Men negeert het. Hè. Men doet die feiten die er zijn, die doet men net alsof die er niet zijn. Alsof die niet gezegd zijn. En ook hier komt weer verder. De voorzieningenrechter acht verder van belang dat op dit moment geen vaccinatieplicht geldt. Ook niet indirect. Dit kan anders worden ervaren, zoals verzoekster ter zitting heeft gesteld, maar het leidt niet tot een andere uitkomst. Met andere woorden, stel je voor dat de voedsel- en warenautoriteiten, je zou daar een klacht neerleggen en zeggen, joh, we hebben wat marsen onderzocht, die liggen in de supermarkt, en in die marsen zit arsenicum, en mensen gaan daaraan dood. En dan zegt de voedsel- en warenautoriteit, ja, wij gaan niet optreden, want iedereen is vrijwillig in het kopen van een mars. Wij dwingen niemand om marsen te eten, dus die marsen mogen rustig in de winkel blijven liggen met die arsenicum. Zo knettergek is deze redenering. Ik bedoel, dit is werkelijk volslagen krankjorum, zulke redeneringen, die niet bij de rechtspraak thuis zouden horen. Hey, maar individuen kunnen dus zelf een afweging maken. Ja, dus je weet dat er arsenicum in zit, die marsen kunnen in de winkel blijven liggen. En ja, je bent vrijwillig om hem toch te gaan kopen als jij dus die mars toch wil gaan eten. Dit is het niveau van onze rechtspraak op dit moment. Dus de voorziening is afgewezen, Willem. Ja, de voorziening is afgewezen, maar we hebben wel gelijk gekregen dat het CBG dus moet motiveren. Daarmee hebben ze nog geen beslissing gemaakt, maar ze moeten in ieder geval motiveren. Alleen heeft de rechter nagelaten om er een termijn of een dwangmiddel aan te hangen. En daarmee zegt ze ook van, ja, ik zou het wenselijk vinden als jullie dat dan zouden doen voor de volgende keer. Maar als het niet uitkomt, hè, dan snap ik dat ook wel weer. Dit is een apologie voor staatsmisdrijven. En intussen gaat de prikcampagne, die is van start gegaan. Ja, die gaat 16 september van start. Oh ja, over een paar dagen. En dan worden al die verpleeghuizen, al die mensen worden weer doodgespoten. Er worden mensen, die worden zwaar geraakt in hun gezondheid. Maar het maakt het allemaal niet uit volgens deze voorzieningenrechter. Want we gaan dat later nog wel een keertje uitzoeken, hoe dat echt zit. Ja, en dan krijg je dit op LinkedIn te zien. Even reclame maken voor bestuursrecht, want dat is zo'n ondergeschoven kindje. Maar waarom denk je nou dat het niet serieus genomen wordt, Jeroen? Ja, maar tegelijkertijd ben je jurist en denk je, is dat iets voor mij? Het is een uitnodiging om te solliciteren bij de afdeling bestuursrechtspraak. Dus wil jij op wat voor manier dan ook geen bijdrage doen aan het recht, wil jij de staat vrij spel geven met elke misdrijf die ze plegen, ga dan vooral solliciteren bij de afdeling bestuursrecht, dan weet je zeker dat je geen positieve invloed op de samenleving kan hebben en dan weet je zeker dat jij de staat bij alle misdrijven kan faciliteren en al hun misdrijven kan legitimeren. Dus ben je amoreel of immoreel en heb je geen ethisch besef, stuur je sollicitatie aan de rechtspraak, Rechtbank Rotterdam, zoek nog collega's.
Andrew Tate. Wat zegt Andrew Tate in dit bericht, Willem? Nou, hij is heel blij. De tweede alinea, daar gaat eigenlijk om. We are free. En dat betekent niet dat hij al de eerste zaak vrij is. Dat betekent ook niet dat de aanklacht uit Groot-Brittannië er al af is. Maar dit gaat dus over de tweede aanklacht vanuit Roemenië. Daar heeft de rechter gekeken en ik moest heel erg denken aan jullie zaak in Duitsland. Die rechter heeft gezegd van nee, sorry, dit is brandhout. Deze zaak gaat eruit. Dus die is van tafel, die is geschrapt. Ja, maar ik ben benieuwd of dat bij hun ook zo ver zal lopen als onze zaak. Ik zelf waarschijnlijk vanmorgen... wel. Ik denk het wel, want het gaat er niet om dat er een veroordeling uitkomt. Het gaat er om dat je gecriminaliseerd wordt en lam gelegd wordt. Ja, ik ga overigens op vrijdag ben ik in Duitsland en dan gaan we een zogenaamd rechtsgesprek hebben over hoe dat nu verder moet met onze rechtspraak, waarin we vorig jaar december zijn vrijgesproken. Nou, volgende week ongetwijfeld een update in onze zaak. En dan hebben we hier twee tweets van Pepijn van Houwelingen. Eén is een dagvaarding. Hij wordt voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Den Haag gedaagd op 7 oktober 2024. Dat is een symbolische datum waarschijnlijk. En dat ze die gekozen hebben. Ja, en eventjes de dagvaarding. Dus opzettelijk Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. En Karin van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het openbaar. Heeft beledigd door een bericht en dat bericht betrof de afbeelding dat zij een nazi-vlag zouden hijsen. En die staat hiernaast en het was natuurlijk een meme van Gennep en Kuipers die de SDG-vlag aan het hijsen waren. En daarnaast was die bewerkt met een hakenkruisvlag. Hij heeft nog een andere meme gedaan en die wordt niet te lasten gelegd. Dat is namelijk de hamer en sikkel. Zou dat wat zeggen over de politieke geaardheid van de mensen bij het OM? Dat ze een hamer en sikkel eigenlijk wel cool vinden? Dat ze het liefste communisten zijn? Dat zou kunnen. Het laat in ieder geval zien dat er op een hele bijzondere manier naar het artikel belediging wordt bekeken. Want ik heb dit niet opgevat als een belediging van Kuipers. Want dan had hij Kuipers wel afgebeeld met een nazi-kostuum aan. Dat zou logisch zijn. Maar nu is het heel duidelijk dat de SDG-vlag, dus de SDG's worden vergeleken met een totalitair regime, een fascistisch regime. En ik bedoel, dat is stating the obvious. Dit zijn toch bijna interchangeable te gebruiken vlaggen. Ik snap het niet. Welke belediging is dit dan? Ja. En overigens, wat jij jouw opmerking net over, dus dat je, als de communistische vlag gehezen zou zijn. Maar Willem, het nationaalsocialisme, de leuzes die zij hadden, zij zetten zich destijds wel af tegen het communisme. Maar de uitspraken en de leuzes die ze hadden, die sloten één op één aan bij de leuzes van de communisten. Er is niet zoveel verschil tussen... Het zijn allebei totalitaire systemen. Alleen heeft het communisme veel meer doden veroorzaakt. En daarom is het zo opmerkelijk dat de ene als een belediging wordt gezien en de andere kennelijk niet. Ja, Monica Smith, een activist uit Australië. Vele mensen hebben wel eens een arrestatie van haar gezien. Is flink viraal gegaan. Nu wordt in ieder geval door de rechter is geoordeeld dat twee van de drie arrestaties die zij heeft moeten ondergaan unlawful waren, onrechtmatig. En daarvoor moet ze nu gecompenseerd worden. Tuchtrechtelijke veroordeling voor landsadvocaat. En dan gaat het over landsadvocaat Reimer Veldhuis. Ons wel bekend. We hebben hem regelmatig tegenover ons gehad in de rechtszaal. En die zou een kernwaarde van advocatuur geschonden hebben. En in zijn veroordeling ziet hij geen reden om zijn functie neer te leggen. Nee, dat klopt ook, want dat is geen reden. Want je wordt alleen maar landsadvocaat als je onethisch bent en als je immoreel bent en als je bereid bent zware misdrijven te plegen.
dan kan je landsadvocaat worden. Dus dat is alleen maar een bevestiging van zijn reputatie. Waarschijnlijk krijgt hij zelfs loonsverhoging of promotie. Want hij heeft... Precies, er zitten een paar dingen aan. Je zou kunnen zeggen, hij schaadt het vertrouwen in de advocatuur. Zeker als landsadvocaat moet je onberispelijk zijn. Aan de andere kant, die tuchtklacht komt dan van het kantoor van Stibbe vandaan. En gaat inderdaad over een hele milde overtreding, als je het vergelijkt met de klachten die wij tegen hem hebben ingebracht, waarvoor die niet alleen geschrapt zou moeten worden, maar natuurlijk zelf voor de rechter zou moeten verschijnen. Dus dit is ook weer, ja, lood om uit ijzer. Ja, overigens, als we het over tuchtklachten hebben, ik denk dat we binnenkort nog even een speciale uitzending gaan maken, ja, over een vervolg op Fort Oranje. En dan hebben we het ook over een notaris die waar tegen zojuist ook een tuchtklacht is ingediend. Kees van der Zanden. Ja, waarom hebben we deze bijgedaan? Dit zou ook bij de Oude Hoed kunnen, maar jij kent Kees van der Zanden, denk ik ook. Ja, Kees van der Zanden is een voormalig Eerste Kamerlid, of Kamerlid kandidaat. Wat was hij, Kamerlid? Of hij is vervangend Eerste Kamerlid, ja. Ja, van de VVD. Ja? En ik heb hem tegenover mij gehad in de zaak tegen Joost Knevel en Misha Kat. En wat hier nou zo bijzonder aan is, dat hij op een inspirerende en druk bezochte bijeenkomst van de CETER was. Daar hebben we nu al een paar weken achter elkaar over. Contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Die onder de NCTV valt. Kees van der Zanden of Cees van der Zanden is dan ook weer advocaat, heb ik begrepen, bij AKD-advocaat. Dus het wordt steeds duidelijker hoe deze lijntjes lopen. En dat wat we zien bij de censuur, die public-private partnership, dat één op één zo is bij het bestrijden van critici via het strafrecht en ondermijning, et cetera. Er worden advocaten ingezet. De andere advocaat is natuurlijk Bart Roosendaal. Die heeft meegeschreven in zijn hoedanigheid als advocaat of rechterplaatsvervanger. We weten het niet welke pet hij daarop had aan de noodverordeningen aan corona. En dit laat zien. Het is een groepje mensen bij elkaar die geen enkel respect heeft voor mensenrechten. Ja, Kees van der Zanden, ik denk niet dat dit getalenteerde mensen zijn. Het zijn mensen die echt nauwelijks inzicht hebben of kennis hebben. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze immoreel of amoreel zijn en geen ethisch besef. Ik herhaal het toch nog maar een keertje. Een tweet van Carine Knapen, Willem. Ja, dit is in die zin misschien wel een unicum. Volgens mij hebben we nog nooit een correctie toegepast, omdat we altijd goed zitten. Maar het bericht wat we vorige week hebben gedeeld, dat FBI-bericht, dat er een arrestatiebevel naar Pavel Durov was, daarvan is het waarschijnlijk dat het niet echt van de FBI afkwam. Dus dat bericht klopt misschien niet, maar dat de opdracht vanuit de Verenigde Staten kwam, klopt natuurlijk wel. Dus, maar voor de feitelijkheid vermelden we het toch eventjes. Dit ja, is de zaak die vandaag of gisteren heeft gediend in Brussel van Karim Augbaum tegen Rutte. En dit stukje hebben we er even uitgehaald, want dat vond ik het meest hilarische gedeelte van de samenvatting die hij heeft gedeeld op LinkedIn. Rutte is van mening dat zijn nog te verkrijgen recht op immuniteit zwaarder zou moeten wegen dan mijn recht op een eerlijk proces. Ja, dit zinnetje zou je gewoon over de laatste 4 jaar heen kunnen plakken. Ja. Ja, dan komen we bij de taxizaak. Ik heb afgelopen week heb ik een uitspraak gehad van de voorzieningenrechter Amsterdam. Ik had een zaak aangespannen namens een groep groentaxibussen in Amsterdam. Dat zijn mensen die hebben in rond 2018, 2019 hebben ze geïnvesteerd in groene brandstof, namelijk groen gas. De gemeente Amsterdam die voert de SDGs uit en daar hoort bij dat zij willen de stad CO2-neutraal maken. Nou, en om die stad CO2-neutraal te maken, beginnen ze met de hele taximarkt moet uitstootvrij worden.
En dat betekent ze uitstootvrij bij de uitlaat, betekent dat. Hè? Want elektrische auto's zijn ook niet uitstootvrij als de energie niet groen geproduceerd is. Deze bussen, ik heb al eerder een zaak gevoerd tegen de gemeente. En het is ons gelukt, want ze wilden eigenlijk al in 2021 dat al deze mensen die geïnvesteerd hebben in een groen gasbus... De bus was nog lang niet afgeschreven. En dat ze nu eventjes een elektrische bus gaan kopen. En dus eerst moet je zeggen, nou, koop jullie maar een groen gasbus. En daarnaast 2 jaar later, nee, doe toch maar een elektrische bus. Dit gaat over ondernemers. Die leven van winsten. Dat zijn centenkwesties tegenwoordig. De winsten zijn al marginaal. Maar of ze even een andere auto kunnen kopen. En even voor de duidelijkheid, een elektrische bus, dan zit je aan investeringen tussen de 60.000 en 80.000 euro, waar je een groen gasbus al rond de 20.000 euro kan krijgen. Beter en schoner is. Maar zelfs als je mee zou gaan in het CO2-verhaal, dan zeg je, oké, maar wat levert het op? Welk verschil maakt het nou? Die vraag is gesteld en die wordt niet beantwoord. Nee, ze geven nooit antwoord. Het enige antwoord wat de gemeente geeft is... Ja, we hebben dat zo afgesproken. En het is niet eerlijk tegenover de chauffeurs die wel een bus gekocht hebben. Nou ja, dat interesseert mij natuurlijk helemaal niet. Ik vind het jammer, want die mensen hadden ook kunnen kiezen om te zeggen... Wij gaan het niet doen. Hetzelfde als mensen zitten die op de trein stappen naar Auschwitz en die vinden dat dan niet eerlijk. En jij zegt, ja, ga jij maar op de trein, want die anderen zijn ook op de trein gestapt. Maar waar het om gaat, kijk, die groen gasbussen, ten eerste hebben ze al geïnvesteerd, omdat ze toen dachten van, nou, dan kunnen wij voorlopig vooruit. Maar ik heb in de bodemprocedure heb ik gesteld dat die groen gasbussen een negatieve uitstoot hebben, simpelweg omdat zij methaangas omzetten in CO2. En methaangas is een 30-maal sterke broeikasgas als CO2. En als je al in dat verhaal gelooft, laten we even in dat narratief blijven. Bij de bezwaarcommissie vonden ze het niet nodig om daarop in te gaan, want het was nou eenmaal, zo was de wetenschap en zo is iedereen is erover eens dat dat gewoon zo is. Dus daar hoeven ze verder helemaal geen mening over te geven. Maar ik heb dus nu aangevoerd, op het moment dat zij mochten vanaf 1 september, mochten ze niet meer op de standplaats in het centrum van Amsterdam. Nou is het zo dat als jij een TTO-vergunning hebt, een toegelaten taxiorganisatievergunning, die is bedoeld als straattaxis. Dat betekent dat jij alleen geld verdient door op standplaatsen in het centrum klanten te zoeken. Zij mochten vanaf 1 september niet meer op die standplaatsen. En dat heb ik ook aangevoerd. Wat is het gevolg daarvan? Want ze mochten nog wel in het centrum, want het wetsvoorstel om dus die centra, die centrum van die steden, om die uitstoot vrij te maken, die is controversieel verklaard. Dus die wordt voorlopig niet behandeld. Dus dat is uitgesteld. Men wilde dat eigenlijk vanaf 1 januari 2025 dat de binnensteden CO2-neutraal zouden worden, dat gaat er niet komen. Dat betekent dat die taxis mochten daar blijven rondrijden. En omdat ze niet op de standplaats mogen, moeten ze dus rondjes gaan rijden in het centrum. Dat betekent juist meer uitstoot. Dus ik heb ook gevraagd, ja, wat is dan het doel van deze maatregel, behalve taxietje pesten? Ja, want er werd ook gezegd door de verweerder, de gemeente, van ja... Ze zijn misschien niet beschikbaar, maar dat was een van de voorwaarden voor het investeren. Ze moesten wel beschikbaar zijn, zowel nieuw als tweedehands. Ja, maar ze zijn wel beschikbaar, want je kan ze alvast aanbetalen en dan krijg je ze over een jaar. Knettergek, maar daar zie je dus het ondernemen, dat is een totaal abstract begrip voor veel ambtenaren. Ja, want kijk, er is een convenant gesloten met de taxiorganisaties. En een van de voorwaarden, randvoorwaarden was, er moet voldoende beschikbaarheid zijn. Nou heeft de gemeente dat uitgelegd. Nou, als jij hem kan bestellen en je krijgt hem over 2 jaar, dan zijn ze dus beschikbaar. Dus je moet bewijzen dat je eentje besteld hebt. En ik heb die rechter uitgelegd, dit kan alleen maar iemand bedenken die nog nooit een onderneming gehad heeft, nog nooit zelf geld verdiend heeft. Want anders bedenk je dat niet. Je kan als taxichauffeur niet permitteren om alvast een auto van 80.000 te gaan bestellen en aan te betalen. En dat geld staat dan vast.
Dus we hebben in dit geval gelijk gekregen. Wat dat betreft, goed dat er nog van dit soort rechters zijn. Wil niet zeggen, deze uitspraak is wel binnen het narratief geschreven. Dat betekent dus dat hij de doelstelling wordt onderschreven van we moeten naar een CO2-neutrale samenleving toe. Alleen moeten er nog wel even wat punten uitgezocht worden in de bodemprocedure. Dus per saldo is het wel een overwinning, want hij staat er wel voor open dat die dingen eerst inderdaad onderzocht moeten worden. Het is zeker een overwinning. Het is een grote slag voor de smart cities en de 15-minuten steden en het hele klimaatbeleid en SDG's. Dus ik denk dat ze hier flink van balen. Dus we moeten hier zeker mee doorgaan. Maar wat ik hier ook uitproef, en misschien zelfs ook die rechter in de CBG-zaak, ze zijn zo geïntimideerd door acties zoals bij rechter Detmer in Duitsland, dat ze zelfs al zouden ze verzet willen plegen, ze dat alleen nog maar procedureel durven doen. Ze willen niet meer tegen de geldende doctrine ingaan. Nee. Een laatste opmerking die hierover wil maken. We zeggen het vaker in onze uitzendingen. Als je deze agenda wil bestrijden, moet je dat op lokaal niveau doen. De uitvoerders zitten in je eigen gemeenteraad en zitten in je eigen gemeentebestuur. Dus ga uitzoeken wie zit er in het bestuur, wie zijn de wethouders, wat zijn de plannen, wat gaan ze doen. Want die clowns in Den Haag, dat zijn bliksemafleiders, dat zijn de schreeuwlelijkers. Ze willen dat jij je aandacht op hun richt, maar zij zetten alleen maar de grote lijnen uit. De daadwerkelijke uitvoering ligt 100% lokaal, dus je moet daar je pijlen op richten. En bijvoorbeeld met dit soort rechtszaken zand in de machine strooien. Ja, dit was nog even een laatste punt over dat er inderdaad geen beschikbaarheid is van die elektrische voertuigen. En wat die chauffeurs ook nog aanvoeren was van ja, die bussen die er op de markt zijn, die zijn helemaal niet geschikt als taxibus. Ten eerste omdat ze te weinig mensen kunnen vervoeren. En ten tweede, is het überhaupt knettergek om taxichauffeurs te verplichten een elektrische auto te rijden? Het komt wel eens voor dat je bijvoorbeeld een ritje Parijs krijgt. En dan moeten zij tegen een klant zeggen, hoewel dat natuurlijk, dat zijn de kersen op de taart, die moet je gaan weigeren, want dan moet je ergens anders gaan overnachten om eerst je auto weer op te laden. Kan je net zo goed met paard en wagen gaan, daar heeft de klant meer aan. Kinderen worden voortaan geprikt op andere leeftijden. Inenting mazelen vervroegd. En dat is een bericht van de staatspropagandakanaal NOS Nieuws. De leeftijd, gaat door. En dit is alarmerend. We hebben het al vaker over de mazelenprik gehad. En vooral de verandering in wetgeving in Duitsland en in de Verenigde Staten. En de chimera tussen coronavirussen en de mazelenvirussen. Morbillovirus heet het volgens mij. Waar Drosten ook bij betrokken was, een Zwitsers onderzoek. En dat gaf ons het gevoel van, hey, wacht eens eventjes. Zijn dit de self-spreading vaccines, waarmee mensen vooral werkzaam in de jeugdsector worden verplicht de prik te nemen, die kinderen worden verplicht te nemen, en op die manier kunnen ze toch bij de kleinste uitkomen. Nu wordt er volgens mij van 7 of 9 jaar wordt het vervroegd naar 3 jaar. Dus we moeten vooral met die mazelenprik heel erg goed opletten. Alles wat met kleine kinderen te maken heeft. Een terugtrekking, Willem. Ja, langzaam maar zeker herstelt de wetenschappelijke integriteit. Er is natuurlijk heel veel HCQ en ivermectine bashing geweest. Maar dat wordt nu toch een beetje teruggetrokken. Het bekendste was natuurlijk dat frauduleuze onderzoek wat verscheen in mei 2020. Waarvan de resultaten puur gefabriceerd waren. En deze moet dus ook worden teruggetrokken. HCQ blijkt helemaal niet zo dodelijk te zijn. Nou, dat wisten we al, maar goed. Het was wel dodelijk. Het was dodelijk in de hoeveelheden die zij toegediend hebben. Ik geloof dat daar zat vooral het euvel in. Hè. Ja. Ze hebben
die patiënten en op een verkeerd moment, hè, pas toen ze doodziek waren, hebben ze HCQ gegeven. En in hoeveelheden die inderdaad dodelijk waren. Ja. Ja, er is veel te doen geweest, zeker de afgelopen week, over deze publicatie. Of eigenlijk de publicatie die hierin wordt besproken. En dat gaat over real-time self-assembly of stereomicroscopical visible artificial constructs in incubated specimen of mRNA products. Een hele lange titel, maar die hint naar nanobots of nanostructuren die functioneel kunnen zijn. En wat is het nou precies? Ik ben er nog steeds sceptisch over. Met Raman spectroscopie wordt ook van alles gezegd over of er siliciumoxide in zit. Ik denk dat er vaak naar artefacten wordt gekeken. En in dit geval kunnen het best wel, als er zo'n sample wordt ingedroogd, structuren ontstaan. Maar dat is niet per se het bewijs van nanobots of microchips erin. Het grotere plaatje wat ik hiermee wil aankaarten. We hebben nu een aantal WOP-documenten laten zien. We hebben de ridiculisatie van de rechtspraak laten zien. Dat er een coup is en dat er mensen zijn vermoord, dat is al genoeg om dit de grootste misdaad ooit te maken. Meer bewijs van nog gekkere dingen is helemaal niet nuttig. Dan komen we in rabbit holes uit en verzanden we in discussies over feitjes die afleiden van de hoofdfeiten. En deze week heel kort, plots en heel onverwachts. Niet omdat er zo weinig zijn, maar omdat we de uitzending wat korter wilden houden. Ja, deelnemer van tv-spel Million Dollar Desert overleden voor de eerste uitzending. En ben er stil van. Het ging over Nauras Al-Fagri uit Enschede. En Jan de Ligt, 69 jaar overleden, onaantastbare lach op zijn gezicht. Altijd het hoedje en uiteraard de saxofoon. Hij speelde in meerdere bands. En een hardloper is gestorven nadat hij instortte bij de finish van Disneyland's Halloween. Bij de halve marathon, Caleb Graves. Prinsjesdag protest op de Koekamp, omgedoopt tot gratis festival. Demonstratie klinkt wat negatief. Het is alsof ze onze aanmelding van de demonstratie van 21 juni 2020 stiekem hebben gekopieerd. Maar daar was toenmalig toeziend burgemeester Remkes verbolgen over. Want ze organiseren eigenlijk een festival. Het is niet demonstratief genoeg. Ze willen leuke dingen doen, maar dat mag niet. En ondertussen is het nu omgedraaid en wordt het Prinsjesdagprotest omgedoopt tot een festival, een gratis festival. Maar ik ben vooral benieuwd of er nog mensen komen fluiten naar Prinsjesdag. Ja. Extinction Rebellion breidt A12 demonstratie uit en wil overnachten. Politie zal niet ingrijpen. Hè? Dus ze gaan de snelweg opnieuw bezetten en overnachten. Willem, ze maken het steeds gekker. En de politie zegt dan vooraf, wij gaan niet ingrijpen. Ja, opmerkelijk. En dan gaan we naar de volgende. En ik denk dat het de laatste slide is. Om nog eventjes, deze had ook weer bij de oude hoed kunnen horen. Maar om nog eventjes te laten zien. Die burgemeesters hebben natuurlijk in het echt helemaal niks te zeggen over de demonstratie. Dus ongetwijfeld zal Extinction Rebellion, of in ieder geval de top daarvan, en de politie gesproken hebben met de NCTV. Om dingen in ieder geval in een bepaald narratief te kunnen gieten. Goed, en daarmee zijn we bij de laatste. En dat is nog even een herinnering. Mocht je je nog niet aangemeld hebben met je e-mailadres, ga dan even naar de website DeFacto. Dan krijg je altijd de nieuwe uitzendingen toegezonden.
En mocht je op de website zijn, dan kan je ons ook daar steunen. Dat wordt enorm gewaardeerd. En Willem, er komt ook nog een extra uitzending komende dagen voor mensen die regelmatig doneren. Als dank daarvoor. Dan willen we het hierbij voor deze week laten. Is het gelukt om de uitzending kort te houden, Willem? Nee, helaas niet. Maar toch hoop ik dat mensen ervan zullen genieten. Okay.